Hey, volgens mij kunnen jullie me zien en zijn we live. Het is altijd eventjes een gedoetje om 10 mensen bij elkaar te krijgen. En zeker als iedereen ook zijn stream moet starten en weet ik het wat. Dus ja, de meesten weten inmiddels dat we dan wat langer bezig zijn voordat we daadwerkelijk beginnen. Maar het is al ver. We zitten allemaal in de lobby. Marissa is aan het opstarten en volgens mij is iedereen erbij. Dus laten we gauw naar de lobby gaan. Ja, ik bedoel, het mag wel. Ja, oh, maar ik ga mijn stream openen. Mensen zitten te wachten. Wacht, ik ben zo terug. Okay. Ik heb het net al gedaan. Oh, ze hoorden me niet. Nee, toch. Is het rotonde of rondonde? Het is rotonde. Ja, mijn vader zegt dat. Mijn vader zegt altijd rondtonde. Heb ik ook echt 100 jaar gezegd door hem. Daar ben ik toch wel gek van. Mijn ex-vriend zei het ook. Werkt altijd helemaal boos. Ik zeg het botel in plaats van hotel. Even wachten hoor, want hij hapert. Even wat? Kijken hotel? Of het aan mij ligt. Ik zeg altijd botel. Botel? Dat is waar botel je... Botel bestaat ook. Ja, dan slaap je op het water. Dat is gewoon een hele andere letter. Ja, oké, dat is waar. En mijn botel bestaat ook. Dat is gewoon een hotel. Als boot. Of een boot, ja. Ja, of een boot als hotel, een van de twee. Wow. Ja. My mind is blown. Brain cells are getting slaughtered. Yes. Oké. Het duurt altijd zo lang, hè, als zij die stream opent. Ja, die vrouw, joh. Oh. Ja, hallo! Oh. Hey. Hallo! Welkom in de stream. Het mocht even duren. Sorry, dat viel toch wel mee. Nee hoor. Alleen hoi zeggen. Ik zat er wel net over te klagen, maar. Oké, nou ik zal heel snel doen. We hebben Bibi. Oh, Bibi. Yes. Ik denk er helemaal aan de andere kant op. Met de broer Hugo. Matthijs is yes. Vandaag mee, die vorige keer 1 keer mee mocht doen. Meteen imposter was en toen niet meer mee mocht spelen. We zijn met Roos. Die zit hier. Rob, die zit verstopt hierachter. What up? Hallo. We hebben Rick, die doet mee. We hebben Attica, die doet mee. Hoi. En we hebben Dionne. En Febe. Maar Febe, die vindt het niet aardig sinds dat ze me zo vaak dood heeft gemaakt. Wacht maar, Febe. Ik pak je vandaag terug. Ik ben even benieuwd. En we hebben Dionne. Maar Dionne is kwijt. Waar is Dionne? Uh-oh. Haar lijf gaan fixen op haar stream. Ze heeft ons ook op gemute, dus ze hoort ons ook niet. Oké, nou die komt er zo meteen aan. Die is nog even de stream aan het fixen. Ik zei al, we gaan sowieso deze server kwijtraken. Ja, hoor. Ik hoop het niet, maar anders doen we snel weer eventjes opnieuw. We zitten er nog in, dus. Jullie horen mijn geluid heel zacht. Oh, dat is raar. Wacht. Dan denk ik dat jullie me... Mijn stream hoort me heel zacht. Horen jullie me nu al iets beter? Ik hoor je sowieso. Ik heb net. Maar... Oh ja, ja. Oh, ja, ik ook. Oh, ja, hè? Ja, wacht. Ja. Schreeuwen meteen? Nou, sorry. Nee. Schreeuwen. Ik was net echt mega dom. Ik had geen geluid op mijn koptelefoon. En toen ben ik aan alle knopjes gaan draaien. Toen deed ik nog steeds niet. En toen dacht ik, oh, je hebt gewoon op je computer zo'n volume ding waar je hem harder en zachter kan zetten. Die stond mega zacht. Dus nu horen jullie me als het goed is heel goed. Ja, hè? Ja, je moet nooit aan knopjes zitten, want ik draai aan alle knopjes. Maar knopjes zijn altijd zo... Ja, je moet er aan zitten, hè? Ja. Hey, ik hoor Dionne. Ja, mijn Discord was weer fucked up aan het doen. Mm. Oh, irritant. Ik ben weer weg. No, we lost Febe. Oh, Febe gaat alweer weg, hoor. Oh, ja, die is vrolijk. Misschien hou je dan wel de server actief als je er weer in komt. Dat scheelt. Nee. Dat is een feit, hè? Hallo. Goeie moed houden. Nou, nu is alleen Febe weg, maar die komt dus meteen weer bij. Niet. Ik zal even shout-outjes geven voor alle andere streams. In de tussentijd is Dionne ook aan het streamen op Twitch op Bonne Stream. Je kan ook Rick's stream volgen, die stream op Twitch op CreaRickNL. Je kan ook Matthijs volgen, ook op Twitch, Matthijs. Nee. Ik zit daarop, dus geen stream vandaag. Oh, nou dat was het. Ik ben gezellig zijn Rob thuis. Ik moet nog even een Discord overlay maken, wacht even. Oh, ja. Nee, neem de tijd. We Discord overlay vandaag. Rustig aan. Momentje, dit is niet de goede. Oh, nee, Saar doet morgen weer mee. Even een tutorial.
Wat is die site ook alweer? Wacht even hoor. Streamlabs of zo, toch? Discordoverlay.nl. Nee, dat is hem niet. Wat was die site voor ook weer? Voor al je Discord overlays. Ik kan het niet vinden. Voor al je Discord overlays gaat u naar discordoverlay.nl. Ja, dat is zo'n lelijke website naam ook. Discord overlay. Oh mijn lord. Dit is... Bibi ziet er trouwens wel een beetje gevaarlijk uit vandaag. Zo samen... Oké, ik ga eventjes uit de Discord, want anders zitten jullie alleen maar naar mij te kijken die gewoon zijn mond dicht houdt. Jamila doet vandaag inderdaad niet mee. Sowieso hadden we al best wel veel mensen, maar ze had het ook heel druk met allerlei dingen. Het is december, hè? Dus YouTubers hebben het in december over het algemeen super druk. Dus die doet niet mee. Maar morgen doet ze wel mee en morgen doe ik ook weer mee, als ik nog mee mag doen. Ik heb vandaag even wat tijd besteed om mijn stream nog even wat te verbeteren. Gisteren met Thomas ook nog even wat gedaan. Dus we hebben een aantal handige dingetjes. Thomas zit er ook weer bij. Dus als iemand vervelend is, tag Nextlight eventjes. Dan kan hij hem eruit knikkeren. Kijk, hij doet het nu ook gewoon. Ik ga even weer terug naar de game. En dan gaan we zo meteen beginnen. Vandaag spelen Krejcik natuurlijk mee. Onedies doet mee. Bibi doet mee. De broer Hugo doet mee. Rob, dat is een vriendje van Meli, doet mee. Matthijs doet mee. Roos doet mee. En Febe. En Attica. En ik. Zo, nou hebben ze allemaal gehad. Ik hoop trouwens dat de game-instellingen nog goed zijn. Ik heb niets aangepast. Succes! Succes! Oeh, net op tijd. Succes! Oh, dat hoorden ze niet, want ik had mijn microfoon al gemute. Ah, gelukkig. Rustig beginnen. Oké. Okay. We gaan netjes beginnen met een spartje. En ik ga die Krejcik goed in de gaten houden. Want kijk, ze was mega snel. Oh, oké. Okay, best. Huh? Oh. He, af en toe dan, hè? Heb ik het idee... Dat hij het niet doet, of zo. Oké. Okay. Makkelijke taakjes. Hé, hey, wegwezen jij, joh. Gek. Ik heb laatst weer wat filmpjes zitten kijken van Proximity Mod. En dat lijkt me toch wel echt het tofste van dit hele spel. Dat je gewoon elkaar hier kunt horen. Dat lijkt me echt super vet. Attica is inderdaad niet de zus van Kitta. Oh. Zo. Die Matthijs denkt, wow, wat staat die chick daar loon? Wow. Wow. Ah, okay. Dubbel kill, wow, zo wow. Te zien. Oké, okay, in de electrics. Wow. Op die vent daar zo. Uiteraard. Electrics. Ja. En ik iemand gewoon zelf reporten, want ik heb jou wel die richting in zien lopen, Hugo. Ja, maar Hugo liep er daarna ook weer uit. Die heb je ook gereport. Dus ja, you know. Het kan zelfreport zijn natuurlijk. Ja, het kan, ja. Maar het is het niet. Okay. Nee, want Hugo die gaat toch altijd weer terug de vent in en dan weer weg. Ja, waarom zou ik zelfreport? Ik ben Ja. Het is wel in electrical, maar de lichten waren volgens mij niet uit. Dat is wel Hugo's nee, move. Dus, ja. Oké, okay, maar heb je iets gezien? Behalve een body eigenlijk niks. Er was nog ik heb ook niks gezien, dus aan mij hebben jullie niks vandaag. Ja, same. Maar wie lag daar in electrical? Paars of wit? Attica. Of allebei? Attica, alleen. Ja. Thea, waar was jij? Want jij kwam wel van die kant. Nee, ik was in admin om die O2 te fixen. En daarna ben ik naar storage gegaan. En toen ben ik daar via de shield naar navigation gelopen. Daar kwam ik Rob ook nog tegen. Bovenin. Okay. Dus ik moet nog wel naar electrical. Ja. Oké. Okay. En Bibi? Ja. Ja, ik was in admin, toen ging ik naar die taak daarachter admin, zeg maar, weet je wel. En daarvoor, net voor want je daar heb ik je wel gezien, maar dat er zit nog een heel groot, heel groot tijdstip ervoor, wat we missen. Oké, zeg maar, ik liep gelijk naar... Heb je gekild of niet? Nee. Oké. Zo, dat was even. Ik zat even niet op te letten. Maar wat ik dus zeg. Proximity mod zou ik heel graag willen spelen. Dat lijkt me echt heel grappig.
Maar misschien komt dat ook omdat je dan weer net toevallig de goede streams hebt zitten kijken die gewoon leuk zijn. Oké, gaan we weer. Oh, het gaat gewoon verder. Oh, zo, ik moet even concentreren hoor. Sorry. Krejcik en Hugo, Febe. Oké. Okay. Oh, oké, okay, dit gaat niet goed. Oké, okay, we gaan achter Krejcik aan. Ik weet niet of dit een goed idee is. Waarschijnlijk niet. Hé, hey, deze moet ik ook doen. Oh. Wat een smeerlap, hè? In Shields. Oh. Dat meen je toch niet? Shields, waar is dat ook alweer? Onder weapon, of ja. Aan het zeggen, ik was daar wel in de buurt, maar ik ben in Navigation geweest en toen ging ik weer terug naar O2. Oh, dus je kon wel via de bovenkant. Ja. Ik denk toch... geweest. Ik denk toch, Hugo, dat jij het bent. Want je was ook bij die taak. Met die draadjes, weet je wel. Nee, dan had Hugo mij wel echt wel gekild. Ik had iedereen al kunnen uitmoorden. Meerdere keren. En ik heb hem niet gemoord. Ik heb jou wel niet tegengekomen. Ik ben jou wel tegengekomen. Ik ben hem ook niet tegengekomen. Ik verdenk Bibi. Ik verdenk Bibi niet. Ik denk dat het... Nou, we weten allemaal dat zij het niet was. Nee. Ik stond samen met... Je bent wel stil. In Medbay had mij echt heel hard kunnen killen, Annie. En dat heb ik een paar keer gehad. En Krejcik is ook kanesas, you know. Hé, hey, waar is Febe trouwens? Is zij disconnected? Ja. Zij is ook dood, denk ik. Ja. Oh, bij mij staat er geen kruis voor. Maar ze is wel kwijt. Febe is geliefd. Of maar door die random beschuldigingen van Hugo, denk ik dat het Hugo is. Ja. En hij zat ook bij die taak. Ja, van die draadjes staat. Je was echt binnen 2 seconden was je weer weg. Ja, maar het is een pure gok. Onder die en Hugo, denk ik. Ik ben het niet. Ik ook niet. Ik denk dat het Krejcik is. Dus die stem gaat naar. Ja, doei. Wow. Ciao. Joe. Oh, we gaan zo hard verliezen. Ik denk dat hij hem niet was. Onder die Muta. Klopt. Jonne, je mij. Die stinkert van een Krejcik. Oh. Dat gaan we eens eventjes in de gaten houden. Maar ik moet eerst even zorgen dat ik de taken af heb. Want ik wil niet dat het weer aan mij ligt. Kijk, ik heb nog van die kleine micro-taartjes hier. Ja, deze is wel wat langer, maar hè? Dat is niet zo erg. Dan kunnen we daarna rustig kijken wat er gebeurt. Oh, ik heb er nog één. Nog eentje. En dan zijn we hier klaar mee. Zeg ik dat goed? Ik heb mijn taken niet meer openstaan, want ik kwam er dus achter dat bij het terugkijken van de stream, dat echt heel irritant is, dat ding openstaat. En ik had ook dus een kill gemist daardoor. Boom. Zo. Ik zat maar te twijfelen. Nice. Ik ook. Dubbelkill. Maar ik durfde niet. Ik was te bang dat je het niet zou doen. Same. Oh. Lekker! Dit is ook echt overduidelijk dat jullie echt achter ons aan zaten. Zo van, oké. Ja, het was lekker van, doen we dubbelkill, doen we niet. Doen we dubbelkill, doen we niet. Ik zat maar te twijfelen, maar blijkbaar was 1 kill al genoeg om te winnen. Ik moet mijn game opnieuw opstarten, maar geluid doet het niet. Oh, oké. Ja, door rustig aan. Oh, ik heb hartkloppingen, jongens. Dat is het spannendste om te beginnen als imposter. Ik vertrouw jou nooit. Is het echt aan je draadje nemen? Nee, je moet mij ook nooit vertrouwen. Ik ben in het echte leven ook altijd de imposter. Dat is wel waar, ja. Dat kan ik beamen. En sorry dat ik jou heb doodgemaakt, Rick. Ja, dat geeft niet. Je stond me ook zo erg te vertrouwen daar in Shield. Nou ja, het was meer... De vorige keer werd ik daardoor Onedy gekild. En toen was ik al vrij boos. Maar nu dacht ik, ja, gaat er zelf heen. Dus ja, wie weet ben je het niet. Maar ja, toen kon ik gewoon mijn taak doen. En toen dacht ik, oh, nou, laat maar. Nu ben ik dood. Oh, sorry. Dat geeft niet. Mijn eerste kill was ook heel casual bij weapons. Ja, maar heel casual. Okay. Ja, het was helemaal... Ik kwam gewoon toevallig heel veel mensen tegen. En ik liep allemaal bij de weg. En ik dacht, oh, jij bent daar.
Alleen Roos was er nog. Zonder andere mensen. You will die. Ik had uiteraard een electrical kill, sorry Attica. Krijg je nog terug, ooit. Ja, is goed hoor. Ik werd gewoon uitgestemd terwijl ik de waarheid sprak. Oh. Ja. Ja, dat gebeurt mij wel vaker. Eng nuts, denk ik, Hugo. Ja, je moet echt Hij kon het niet van. Zijn. Ik heb het zo, hij had mij zo vaak kunnen killen. Ja, joh. En hij liep ook echt gewoon netjes via boven. Ja, ik heb gewoon random zus op mij gegooid, dat ook niks heb misdaan. Nee, maar... Ja, I don't know. Je hebt gelukt, Matthijs? Nee, maar... Doet je audio nog steeds raar? Wordt het wat moeilijker. Ja, ik hoor Discord wel, maar... Ik ken geen geluid. Je klinkt ook een beetje als een robot. Ja. Ja. Of iemand die zo op zijn keel slaat, weet je, zo... Waarom krijgen we hier meerdere voorbeelden van? Oh, sorry hoor. Sorry. Hallo. Oké, kunnen we verder? Ja, we zitten te wachten. Ik kan niet wachten. Ik ook niet. Ik wil ook starten. Ja. Start! Ik voelde dat ik nog even reclame moet maken voor discordoverlee.nl. Ja, maak hem maar vast aan. Oh, ik start de game in de tussentijd. Succes. Ja, dit pakje is wel vet, hè? Dat vond ik ook. Maar ik hoorde net dat Rudy hem ook altijd aan heeft. Dus ja, dat is wel altijd een beetje leem dan als ik hem nadoe. Maar ik vind hem wel echt tof. Oh, ik unmute me bijna. Daar gaan we weer met z'n allen. Oh, 1 keer. Woehoe. Kijk, als we nou met z'n allen gaan, gaan we met z'n allen naar Electrical. Dan hoef ik niet zo bang te zijn. Kom, Roos. Kom. Kom, Hugo. Kom. Yes. Let's do it. Ja. Hup. Kijk, dan hebben we die enge trucjes. Die enge taken hebben we gehad. Oké, Electrical heb ik er 2 gedaan. Ga nu terug naar admin voor de wires. Begin inmiddels wel beter te weten waar ik ben, wat ik heb gedaan. Misschien komt het ook omdat ik iets beter heb geslapen vandaag. Ja, vandaag streamen Onedy en Creatchick streamen inderdaad ook. Onedy natuurlijk op Twitch en Creatchick op YouTube. En morgen speelt Jamila ook mee en die streamt het dan ook. Lag in het gangetje bij Navigation. Ah, Dionne weer als eerste. Oh, Dionne. Ja, Rick die liep daar wel. Ik weet niet of hij net aan kwam lopen of ik kwam vanaf de bovenkant. Had jij de reportknop gezien of niet? Nee, maar ik zou mijn stream even kunnen terugkijken. Maar nee, volgens mij... Oh, dank je. Volgens mij ligt die beneden, want ik kwam van boven. Ik kwam van... O2 is het daar, geloof ik, toch? Ik heb de map niet voor me. Dus ik kwam van boven en ik heb echt niks gezien. En ook niet de knop. Ik heb er wel op gelet, dus hij ligt waarschijnlijk dan eronder. Dus ja, de enige die daar vandaan komt, dat ben jij. Ja. Nou ja, hij lag onder jou. Ik kwam vanaf beneden. Ik was net in Electrical met Matthijs, die heeft me ook gezien. Ik ben toen via Storage naar boven toe gelopen. En in dat gangetje, zeg maar, vanaf Shields tussen Navigation in, daar lag hij. En Rick, die kwam, die liep daarboven. Ik weet niet of je van boven kwam of dat je daar was, maar dat was het enige wat ik heb gezien. Voor de rest weet ik niks. Ja, Roos had gescand, dus die is sowieso safe. Oké. Okay. Ja, dat zag ik inderdaad. Maar Rob, waar was jij dan? Ik ben met een hele kluit naar Electrical meegelopen. Mm-hmm. En daarna ben ik... Toen die body gereport werd, zeg maar. We zijn met z'n allen daarin gelopen. Ik bleef toen met de PA call achter. Ik kwam Creatchick tegen. En toen ben ik een upload gaan doen bij admin. Oké. En die upload moet ik nog een keer doen, want... Body. Oké. Okay. Fair enough. Oké, nou, skippen we voor deze keer dan? Ja. Ik denk ook niet dat Rick het was, maar ja. Ik zou niet weten wie dan. Ik niet. Dat Rick naar de auto gelopen. Zo. Ik heb mezelf weer goed verdacht gemaakt. Maar ik ben het echt niet, je kan het zien. Ik ben gewoon wit. Oké, even die trash doen. Hoi Hugo, hoi.
Lekker gaat hij snel wegrennen. Ja. Ah, zouden toch niet echt denken dat ik het ben, of wel? Kijk, hier staan ze met z'n tweeën. Wat is het? Kijk, ik denk niet dat Matthijs het is. Dat is best wel een goede kans om het te killen. Faber vertrouw ik voor geen meter. Kijk, kom ik weer van boven. Ja, hier kom ik toch net vandaan. Ja, en toen hier werd hij gereport. Oké. Ik weet niet, ik denk dat het Creatchick weer is, maar goed. Hey, zo waren al mijn taken weer klaar. Dat betekent meestal dat er hier een body ligt, hè, aan de rechterkant. Nope. Ga eens even kijken wat we hier kunnen zien. Wat kunnen we hier doen? Niks, hè? Bij admin moet ik dan zijn. Wat voor doen? Where? Roos, for electrical. Oké, ik weet vrijwel zeker dat Rick safe is. Dank je. ik ook wel, want hij rende vanaf reactor terug naar cafeteria achter me aan. Ik rende naar boven en hij rende door. Als imposter zijn, dan had hij me daar gekild. Ja, en ik zag hem ook trash doen. Ook al is het uit, het zag er zo legit uit gewoon dat ik het wel moet geloven. Kijk, dank je. Ja, dat klopt inderdaad. Oh. Ik heb ook al mijn taken af, dus... Zelfs zonder het te zien, is het legit. Nou, just cause. Ik heb een goed intuïtievermogen, als je het zo noemt. Ja. Oké, het is sowieso Hugo. Alweer? We gaan niet dezelfde fout maken. Ik leer van je fouten. Dan moet je dit soort shit niet zeggen, Hugo. Waarom, als ik imposter zou zijn, waarom zou ik dan iedereen vrijstellen? Roos is safe, die is safe. Ik wil ook een imposter. Hele grote nieuwe tactiek. Ja. Je maar kan je impostervriend vrijstellen. Ja, ik weet het niet. Ik heb niemand gezien. Ik was in Reactor. En waar lag de body? Sorry, heb ik dat niet gehoord of hebben we dat niet gevraagd? Voor electrical. Ja, voor electrical, zei hij net. Ja. Oh, oké, sorry. Ja. Zullen we nog één keer skippen op 7? Ja. Ja, het is wel... Nu kan het nog, maar... Sneaky killer. Ja, we skippy. Maar skippy. Kunnen we niet gewoon onze taken afmaken? Want ik ben helemaal klaar. Ik weet niet hoeveel jullie er nog moeten. Ik moet nog één ding doen. Ik heb er nog 2. Nou, dan zou ik even opschieten als ik jou was. Je bent net zo langzaam als ik. Ja, jezus, ja. Snel. Tegelijkertijd. Oh, Hugo. Of course. Ja, met dus Hugo zelf. Oké, wat denken jullie, jongens? Kijk, de taakjes moeten toch gewoon te doen zijn? Kijk, we gaan nu met z'n allen bij elkaar blijven. Want het heeft natuurlijk ook helemaal geen zin. Als we nu al gaan verspreiden. Dus ik blijf gewoon bij deze. Als het goed is weten ze namelijk dat ik safe ben. Dus gaan we gewoon... Blijf gewoon hier in de buurt. Oeh, dat was wel heel snel. Of is dat alleen die draai? Dat is alleen die draai. En deze duurt langer. Kijk hier, cams. Huh? Holy crap. Waar gaat ze omheen? Oh, hier meer. Ah, ze zou me nu toch... Zou me nu toch wel gekild hebben, diepe. Oké. Het is Creatchick ten eerste en nu ga ik uitleggen waarom. Ik loop weapons in, ik zie Creatchick en Rick, ik loop weg. Ik dacht, laat ik even kijken over wat gebeurd is. En wat zie ik? Een dode Rick en een ventende Creatchick. Dus I think it's pretty obvious. Zeker dat je mij gezien hebt dan, want ik was helemaal niet bij Rick. Ik vind het heel geloofwaardig. Bijna ja, geloofwaardig. Het is ook gewoon letterlijk zo. Ik kan niet beter uitleggen dan wat er gebeurd is. Dus oh no. Any defense? Oh no. Oh no, 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 no. Ja, ja. What do you want me to say? Nee, alweer, hè? Alweer. Nou, het spijt me. Het spijt me. Je kwam zo lief naast me staan en ik dacht dat hij gewoon weg was. Oh. We wachten even knuffelen. Ja, je arme Hugo, ik kan niet weer tegen liegen. Dank jullie wel voor alle superchats, echt super lief. Oh, ik sta nog niet gemuted. Ja, en weer stoer doen, hè, met al die superchats van er.
Eens even kijken. Ondertussen, ja, ik heb al mijn taken af en ik hoef niks meer te doen. Dus ik kan wel eventjes wat vragen beantwoorden. Maar ik zie verder geen vragen die niet al beantwoord zijn. Weer, hè? Werd er gewoon weer in mijn chat gewoon het gespoild. Maar goed dat ik niet kijk, totdat ik echt gewoon kan. Oh, oké. Ja, ik kan het niet allemaal goed volgen. Dus ik kijk ook niet, terwijl ik aan het spelen ben, dan kijk ik ook niet echt heel goed naar de chat. Dus, Sowieso Attica. Hoe krijgen ze het Waarom voor elkaar? Denk jij dat? Hoe krijgen Omdat ze dit voor elkaar? De body lag in cafeteria en jij kwam letterlijk van cafeteria erin. Dus je had dat sowieso kunnen reporten. En Matthijs was echt bij mij in de buurt, dus sowieso Attica. Ik kon ook van Matt binnengekomen zijn. Dat is niet waar. Wat zeg je? Ik zat op de fans. Ja, sowieso Attica. Is dat een leugen daar? Nee, ik zweer het u. Nee, ik zweer het u. Nee. Het is Attica. Echt waar. Maar was je aan het feesten? Alsjeblieft, voor één keer. Nee, ik was eerst op Kim's en dan ben ik meegegaan met Hugo. En dan loop ik letterlijk naar cafeteria. Jij komt van cafeteria en ineens ligt Hugo daar dood. Maar jij zegt net dat je met hem was, maar hij zegt dat je... Dat ja, ik was met hem. Ja, jawel, dus we waren samen in Reactor. We waren in Reactor met hem, met Matthijs. En dan ben ik naar Kim's gegaan en dan heb ik mee naar Hugo en dan ben ik in Midway afgeslagen. Dan ben ik naar cafeteria gegaan en daar was Hugo dood. Dan en het. Jij kwam... Stan. Oké, ik zweer op jou. Ik zweer... Als je... Als ik niet fout ben, ga ik echt lachen. Nee, ik zag je op Kim's... ik had echt gehoord dat je Kim's afgemd. Nee! Oh, nou goed gedaan. Oh, we hebben gewonnen. Verrassend. Dankjewel dat je Hugo hebt doodgemaakt, Attica. Hugo! Ja, ik dacht dat hij rennen. En ik dacht, nee, ik moet hem killen, anders gaat hij mij... Nee, ik wilde op die button. Ik had erop geklikt en precies op dat moment ga ik dood. Ja, ik wilde je killen voordat je erop klikte. Spannende game dus. Oh. Ja, dat was echt een beetje een domme actie dat jij me daar zag. Maar ja. Hè? Ik moest het zonder jou doen. Ja, het was echt moeilijk. Ja, ik kon ook echt niet meer overliegen, want Hugo had me gezien. En er was ook echt verder niemand. En hij volgde ons al de hele tijd. Dus ja. Ja, dankjewel Hugo. Ja. No problem, my friend. Maar dat is goed gedaan. Ja, ik vertrouw jou niet meer. Ik dacht, ik blijf bij je in de buurt om je te verdedigen. Oh, het spijt me. Ik wil ook helemaal niet zo vaak. Ik wist dat ook gewoon al toen je zei, ik heb nog 2 taken. Toen dacht ik, ja hoor, ik ben al klaar en jij nog niet. Jij vliegt er altijd doorheen. Maar goed, ik was te goed van... Oké, volgende keer zeg ik dus, ik ben klaar. Altijd voortaan, jongens, ik ben klaar. Nou, of nog maar 1. Maar als ik klaar ben en jij hebt er 2, dan is het niet goed. Na de eerste ronde, 1 iemand is dood. Dus van, ja jongens, ik ben al klaar. Oh, ja. Moet ik even extra taken aanzetten? Ik hoor het is wel echt heel weinig. Ja, oké. Okay, trouwens, sorry Dion. Wat willen jullie er nog meer dan 2-2-2? Meer dan 2-2. Ik had net 2-1-2. Dat is 2 common, 1 long, 2 short. Dus ik heb nu ook 2 long erin gezet. Ja, ik heb nog geen kleine taken gedaan. Want ik ben alleen maar imposter vandaag. Dat komt ook niet vaak voor. Ja, zo goed? Ja. Matthijs is er weer uit. Gaat niet lekker met zijn game vandaag. Nee, zijn PC, hij heeft zijn PC even opnieuw opgestart. Oh, slim. Oké. Okay. Hij zit op zijn hele oude bagger Dell PC, dus. Maar daar Arme Matthijs. Je zou denken dat zo'n spel als dit dat ook gewoon zou moeten doen op zo'n laptopje, maar. Nope. Iedereen roept dat ik mijn kroontje op moet zetten. Ik heb laatst gezien hoe ze dit geprogrammeerd hebben. Dus ik heb er niet al te veel vertrouwen in. Dit spel is echt door 4 man gemaakt, hè? Nog steeds. Ja, maar 4 man, waarvan 3 designers en 1 programmeur. Ben je wel lekker cashje? Ja, en ze doen het nog steeds met z'n 4'tjes. Dus ze wilden er begin dit jaar mee stoppen en toen werd het opeens vet populair. Ja, natuurlijk. Ja, dat is altijd zo als je net ergens mee wil stoppen. Zelfs van, ja jongens, we trekken de servers eruit. No! Nee!
Hé hey Rob, was jij net niet zo'n mooi liedje aan het zingen toen je even de audiotest aan het doen was? Oh. Welk liedje wel? Oh, no. Ja, heb je dat nu ook in je hoofd? Oh no! Ja. Dat is ook zo'n briljant geluidje overal voor. En we moeten eigenlijk even zo'n compilatie maken van alle imposter fails. Want die hebben we inmiddels ook best wel veel. En dan dat muziekje erbij. Best wel veel. Ik had er ook eentje de vorige keer met Bibi. Ook gewoon recht voor de neus. Ja, oh, ik heb het altijd met Bibi recht voor de neus. Bibi is altijd op de plek waar je net niet wil dat ze is. Ja, ik ben heel vaak imposter als we wisselen van map. Ja! Dan ben ik het heel vaak. Mensen zeggen dat mijn audio nog steeds heel zacht staat. Dat valt wel mee, toch? Helemaal niet. Ik hoor je ook heel zacht. Oh, maar misschien, dan moet je die mensen zelf hun geluid gewoon even wat harder zetten dan. Ja, of misschien is de output van je slaps niet goed. Dat zou kunnen. Dat ja, die, hij komt dat bij mij staat. Echt helemaal in het geel. Dus ik denk dat dat gewoon goed moet zijn. Oh, okay. Ja. Ja, toch? Ja. Lijkt mij prima. Ik ben in het geel. En is Matthijs zijn Dell al opgestart? Yo, is je Dell opgestart? Ik krijg een nonchalante knik. Yeah. Oké, duidelijk. Ja. Ja, heel veel mensen roepen in mijn chat alweer, start! Ja, ongeduld! Ze zijn al zo echt, hè? Bij ongeduldig. Ja, niet zo ongeduldig. We kunnen toch niet starten zonder dat diegene erbij is. Zijn computer die doet het slecht, omdat Rob, hij zit bij Rob thuis te spelen, Matthijs. En Rob die geeft hem de slechtste computer die hij heeft in huis en daar mag hij helemaal mee spelen. Nee, hij heeft zijn eigen laptop mee. Oh, hij heeft zijn eigen slechte laptop mee. Hij heeft zijn eigen slechte laptop zeggen, mee. Ik ga geen slechte elektronica geven aan mijn gasten. Oh, wat netjes van je. Hey Matthijs, welkom terug. Nee. Wurkie. Wurkie. No. Nog steeds niet goed. Wurkie. Tot het bazaar, yes. Anders worden mensen gek. Start! Oké, ik start hem dan. Succes. Ik ben niet meer de imposter hoor. Succes! Gaan we weer. Daar gaan we weer. Hey, ik heb weer geen... Ik ben weer geen imposter. Geel en paars. Paars ging weg. Wie komt erbij? Blauw en oranje. Oké. We zijn in ieder geval met z'n allen, dus het gaat niet zo gauw maar iemand dood. Oké, nu blijf ik ook een beetje bij ze. Moet ik... Oh, ik heb map. Die bewaar ik wel eventjes. Dat is wel een goeie. Lower engine. Nou, nu ben ik zat hoor. Doei! Zo, ik heb iemand eruit geknikkerd. Want ik was het zat dat ik elke keer in mijn ooghoek dingen voorbij zag komen. Zo. Er is nog niet echt veel gebeurd, ligt dat aan mij? Oh, toch wel. Oh lord! Oké. Oh ja. Waar was dit gebeurd? Waar lag het niet? Ik heb de game opnieuw downloaden. Wat? Oké, hij was in... Oh. V-based ja, ik ben degene die dood is. Oh nee. Ach, waar was het? Een update. Cole is dood, hij lag in electrical. Oh, doe hem snel. Electrical? Yes. Ik zag Matthijs met electrical ingaan. Ik heb voor het laatst in Reactor Matthijs samen met Hugo gezien, want ik deed daar samen met Hugo die Simon Says. Ja, ik weet niet waar die daarna. Hugo. Ik zag echt... En ik ben via... Electrical killer! Ja, dat is wel... Ik zag Matthijs echt 2 seconden voordat hij stierf, zag ik hem electrical ingaan. Ik was voordat hij stierf! Ik was niet in electrical. Dus nou, degene die hem heeft gedood was of in electrical of al in een vent. En wanneer stierf hij dan? En daar was ik niet. De lichten waren nog aan, hè? Ja, oké, dat is waar. Maar ja, hij zat gewoon in de vent al te wachten. Nee, dat was het niet. Ik wil luisteren. Ik kan precies vertellen waar ik was. Ik was in O2 en ik ging van Reactor naar O2. En ik weet niet, volgens mij als je in post bent, kan je niet vliegen of teleporteren. Dus daarom kan ik die kill niet gemaakt hebben.
Dat was het verhaal. Ik vond het een verwarrend verhaal. Oh ja, of je hebt nou, als Hugo zou zeggen, mooi knoopje. Hugo, hoe ben jij naar O2 gelopen? Via boven of via onder vanuit reactor? Via boven. Ja, dat kan niet, want ik ben ook via boven gelopen en ik heb jou niet gezien. Ah, dus zit jij te liegen. Roze geen posten, ik hoor het al, want ik ben via boven gelopen. Naar de reactor, dat klopt, want ik heb hem zien lopen samen met Matthijs. Ik klink niet zo. Ja, dus ik heb Hugo naar de reactor via cafeteria, ging die via boven met B langs. Ja. Oh, sorry, ja, dan ja. Dus Roze, voor, waardoor die stem ga je vangen voor mij. Nou, Roze heeft het niet vaak fout. Roos dat wel van de maar moeten we al een keer stemmen? Nee, of, ik skip hem nog eventjes, want ik heb geen idee. Let op, ik ga dus. Ga ik er alsnog uit? Ja, ik hoorde dus net het stemgeluidje op Hugo's telefoon. Dus als hij had gekild, had ik hem gekild. Oh, nee, wacht, dan sta je op mute, grapje. Just kidding. Goed verhaal. Spannend. Wat gebeurde daar? Discordoverlee.nl. Gaan we weer, jongens. Oké, ik heb helemaal niet gezegd dat ik met B heb bewaard. Nou ja, maakt niet uit. Kijk, want het voordeel is, ik bewaar hem ook gewoon zo lang mogelijk. Ik zal me straks vast wel weer moeten verdedigen, namelijk, omdat ze me nooit geloven. Maar ondertussen gaan we gewoon lekker verder. Ja, inderdaad, hè, dat spamding werkt nu wel. Zijn je weer Dylan? Zou iemand even willen testen of dat nu werkt? Als je Dylan zegt, of je dan gemute wordt? Ja, visual tasks staan inderdaad uit. Maar als iemand anders ook met scan heeft, dan kun je in ieder geval zien dat je moet wachten op die ander. Dus dan weet je in ieder geval, kan één iemand zeggen dat het waar is. En ondertussen doe ik gewoon mijn taartjes, hè? Kijk, wie. Bibi. Doe maar. Doe dan. Goed zo. Oké, ze gaan niet achter mij aan. Dus dat is vast een teken. Oh, wat doe ik? Oh, dat is niet hier. Nee. De body lag in... Niet roos dus. Niet roos dus. De body lag maar in cafeteria. Maar ik zag Kreeftje en Roos naar rechts lopen samen. Ja maar jij stond ook in cafeteria already. Maar waar is die body? Waar is die body? Ik kom van Ik heb Roos levend achtergelaten. En toen was ze nog in weapons. En toen ben ik via cafeteria gelopen naar security. Want daar heb ik mijn laatste taak maar... naar gedaan. Welke kant lag Dionne. Die? Nee, ik zag inderdaad Dionne vanaf cafeteria richting Roos de kant op lopen. Nee, dat is niet waar. Jij liep samen met Roos weg. Maar dat was in het begin van het potje, en hij... hoor. En Roos ligt op rechts. En daar liep hij naartoe. Ik ging naar links. Heb je er dan niet kunnen zien als je daar stond? Dus je stond links van de Roos weet toen ik wegging. En ik heb alleen Dionne die kant op zien lopen. Nee, en ik ging naar links. Ik ging naar links. Toen ik er was, toen was Dionne er al. Oké, dus deze kill was sowieso, denk ik, omdat ik naar de andere kant moest lopen. Het is Bibi dan. Ik heb Roos levend achtergelaten. Het is Dionne. Het is Bibi dan. Oké, dus Bibi en Dionne gaan er allebei uit. Ik kwam later aanlopen dan Dionne. Gooi mij er maar uit. Ga lekker Hugo. Dat is goed, doe maar. Ja, sorry, wat? Wie stemmen we? Want, Dionne? Ja, ik was later in cafeteria dan stem op Bibi, jongens. Ja, ik vind Bibi. Ik was later in cafeteria dan Bibi. Nee. Weet je wat? Ik ga nee, op nee, Bibi. Nee, ik kwam van rechts. Ik volg jou dan, ik kwam Hugo. Van links naar rechts en daar liep Bibi al ver voor mij. Nee, ik was later in cafeteria. Jawel. Nou ja, zeg. Maar jullie hebben die roster te pakken. Top. Nee, niet te... Nou, ja, het is dat ik... Ja, we weten het nog steeds niet natuurlijk. Oh, jongens. En ik heb nog zoveel taken. Ik moet even snel zijn, want anders dan ligt dat zometeen misschien aan mij. En daar heb ik niet zo zin in. En kijk, nu hebben ze nog geen... Nu kunnen ze me nog niet killen, want nu hebben ze nog... Wat noem je dat? Cooldown. Die zal nu al voorbij zijn inmiddels. Oké. Nog even de laatste. Even met B. En dan zijn we klaar. Oh, nee. Oh nee, dat is die sample. Ik dacht dat ik een scan moest doen. Nou, maar goed dat ik het niet heb gezegd dan. Maar goed dat ik het niet heb gezegd.
Oh, jullie hebben het getest? Jullie hebben getest of Dylan... of Dylan het is, of hoe heet het? Of je Dylan kan zeggen. Ja, ik zal dat zo meteen eventjes uit de blacklist halen. Was meer een grapje, eigenlijk. Ik denk dat ik Justin Bieber er maar in moet gaan zetten nu. Hey. Iemand is op cam. Ik heb Attica de kill zien maken op cams. Ja, ik lag ook in O2, dus ja. Dus Attica. Makes sense. Attica. Oké. Okay. Wat zag je mij? Oké, maar wacht. Dus... We zagen jou cams de kill maken samen. Wie zagen jullie dan? Wie zagen dat? Attica. Attica. Ja, maar wie van jullie zagen Attica kill? Wij waren allebei op cams. Oké, dus op... Ja, oké. Dan is het sowieso... Wie is nog niet klaar met zijn tasks trouwens? Ik wel. Ik ben al lang klaar. Ik ben al klaar. Dat geeft geen antwoord op mijn vraag. Nou ja. Er is iemand niet klaar. Dan zitten we hier niet. Goed punt. Huh? Oi! Hoe dan? Oh, is het toch Dionne, hè? Oh, wacht, waar is iedereen? Waar is iedereen? Dit kan niet. Nee, dit mag niet. Doe even die taak. Kom op. Iemand van de spookjes heeft denk ik het niet gedaan. Hugo! Wat? Ik zat gewoon te chillen. Nee, je zit achter ons aan te rennen. Ja, maar waarom zo... Wat? Ik dacht gewoon, ik zit een beetje rustig te chillen. Lol. Oké, ja, het was niet eens de bedoeling. Ik zat gewoon... Waarom zou ik ook één van jullie willen killen als we met z'n drie zijn? Dat zou niet echt slim zijn. Het is of Hugo, die nu super, super weird aan het zijn is, of het is Rick, die zeg maar... Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat Rick het is, omdat hij... Wij zijn gewoon aan het chillen, wij zijn waarschijnlijk klaar met onze tasks. En hij zit gewoon te murderen, gewoon kijken wie die kan vermoorden. Okay, maar jullie zijn met z'n drieën bij elkaar, ja, toch? Okay, ja, pardon. wie ga ik killen als jullie met z'n drieën zijn dan? Excusez-moi. Enige woord. Okay, maar jongens, hey, luister. Ja. Wie ga ik killen als jullie de hele tijd met z'n drieën zijn? Dat is ook al waar. Dat kon je niet weten. Maar wat dat... was je aan het doen? Je laatste taken? Nee, ja, ik ben gewoon aan het rondlopen. Ik heb al mijn taken gedaan. Ik denk dat de spookje nog niet alles heeft gedaan. Oh. Maar wie heeft dan nog niet alles gedaan? Want ik zit niet voor niets daar. Misschien een spookje. Ja, dat is een spookje. Ja, sowieso. Oh, ghosts zijn gewoon weer niks aan doen. Ja, dat denk ik. People do something. Want ja, weet je, als je me er nu uit gaat stemmen, dan heb je sowieso verloren. Oké, doe maar. Het is of Hugo of Rick. Ja, wie gaan we stemmen? Ik weet niet. Ja. Ik denk eerder dat het Onne die is, hoor. Dan is het Rick. Wacht, ik heb een goede theorie. Stem toch maar, Rick. Nee, ik heb een goede theorie. Het moet Onne die zijn. Ja, daarom ga ik op camps iemand beschuldigen en een kill zien maken. Ik heb het Rubik's Cube heeft mij die kill ook... Die heeft het, ik ga toch niet op camps zitten en dan iemand gaan beschuldigen als imposter? Ja, maar ze had mij makkelijk dood kunnen maken als ik... Ik had inderdaad ook daar dood kunnen maken, dus hij kan zo voor mijn fout zijn. We hebben vet lang samen. Ik heb nu spijt dat ik Hugo heb gestemd. Het is Rick. Creacheck of Onedi. En Attica was er sowieso één, dus... Onedi en ik hebben echt vet lang met z'n twee op camps. Ja, ik had hem al lang kunnen killen. En ik ga echt niet een andere... Ja, ik skip gewoon, want als we ghost testers maken dan... Tenminste, ik ben op Hugo gegaan, maar ik zou toch adviseren om op Rick te gaan. Ja, ik skip hem gewoon. Kut. Hoe kan je nou skippen? Ja, nee! Ah, dit is... Ach, nou, succes. Ren voor je leven. Oh my god. Is zie... Yay! Oh, yes! Ik zei het toch? Yes. Je was ook wel fijn de zus hoor, Rick. Ja, klopt. Ja, ga je mij een beetje lopen... Ik dacht oprecht dat jij het was. Ook. Nope, ik was het niet. Maar kijk, zo hou ik jullie scherp, hè? Ik had echt niet verwacht dat het Hugo was. Nee, ik was niet ik was niet heel Ik ook niet. Of ik gewoon totaal innocent was. Dat je mijn vriendje was, maar je liep heel het weg. Ik denk, oh, oké. Ik zat op admin table. En ik zag op admin table 2 in shields. En in één keer zag ik 1 in shields. In één keer zag ik die 1 in shields in navigation zitten. Ja, ik denk, hé! Dus ik wilde naar boven rennen om je te zien. Maar toen killde Attica me. Gewoon bij Sorry. Admin. Ik heb het wel gered. Anders had ik je gevonden. Oh my god. Hé, maar wie had nou die taak niet gedaan? Ja, ik had al mijn taken af. Ik was ook al mijn taken af. Ja, dat iemand gewoon iets over het hoofd gezien, denk ik. Wow.
Dat denk ik. Hé, maar Hugo, wij stonden beide in Electrical en wij konden een dubbelkill maken, maar hij liep weg. Ja, ik weet niet. Ik ben niet zo'n speler. Hugo is die lone wolf, weet je. Zoals hij het echte leven ook is. Oh. Over lone wolves gesproken, als je een lone wolf bent, daar wil ik echt een imposter van hebben. Op een muur. Een imposter? Wel een mooie imposter op een muur. Een lijstje aan de mensen. We hebben allemaal een imposter van Hugo aan de muur. Ja. En dan kunnen we het versieren met die merch. Ja, goed plan. Ja, ik zie helemaal verkopen. Antika en ik doen aan zich gewoon zwemmen trouwens. Gewoon zwemmen? Ja, fancy, fancy. Oh, ik doe precies tegenstelde richting met Matthijs. Wow. Voor al je synchroon zwemgear en voor je imposters ga je naar discordoverlee.nl. Deze stream wordt gesponsord door discordoverlee.nl. Goeie website, hè? Ja. Oké, ik start hem weer, ja? Yes, yeah. Let's go. Yes, succes. Hello. Succes. Discordoverlee.nl. Ik ga hem registreren. Oh, dan moet je wel. Moet je niet. Blijven staan, natuurlijk. Ja. Oké. Gaan we eens even kijken wat we kunnen doen. Ik ga zo meteen die domeinnaam op registreren. Tenzij een van jullie het nu al doet. De body lag in Electrical. Hugo? Oké, ja, ik ben alleen maar rechts geweest. Hugo? Oh, Hugo? Hugo? Ik heb een bloemetje op mijn hoofd om minder om ons. Hugo, je kan bloemen. Oh, okay. Je kan allerlei objecten op je hoofd doen. Ja. Dat verandert niks. Ja, oké, okay, maar weet je waar ik was? Ik was in cafeteria en ik zag Bibi daar ook. Ik heb Hugo ook aan de rechterkant. Oh ja, ik heb jou wel gezien, ja. Ik ben niet eens het hele potje niet in Electrical geweest. Gewoon het hele potje niet. Nee, dat klopt. Ik heb je wel gezien inderdaad in cafeteria. Ja, en ik kwam via onder, dus niet via Medbay. Dus betekent dat ik niet gefand kan hebben. Natuurlijk heb je hem gezien. Het niet te missen met die bloem op zijn kop. Dat dacht ik. Ik zag Onnie die wel in storage, maar ik denk eerlijk gezegd niet dat zij het is. Nee, Onnie die kwam via Shields. Want ik ja, ik kwam alleen maar via Shields. We kunnen nog skippen. Ja, we kunnen nog skippen. Ja, zijn er nog niet zoveel dood. Ja. Sowieso Onnie die of zullen we Faber, skippen dan? Bibi en Hugo. Een van hun faked een task. Somebody hates me. Nou, ben benieuwd of we er weer een keer mee wegkomen. Oké, ik ga een scan doen. Oké, dan is het goed. Kijken of hij. Oké, dit zijn er wel erg veel, dus dat gaan we niet doen. Oké, okay, ik zag Onnie die samen met Rick, geloof ik, in Electrical staan. En toen was Onnie die dood en zag ik iemand door het luikje gaan. Maar volgens mij was het Rick. Dat lijkt me vrij sterk. Ja, ik dacht dat groen met Onnie die was. Dus, en die is nu dood. Dus ik zeg Rick, maar ik weet niet zeker. Nou, dat was ik niet hoor. Ik was bij een reactor. Dat is echt de slapste defense die ik ooit heb gehoord. Ik ga op Rick stemmen. Sorry. Ik weet het niet. Ja, het is jij. Nee, ik was het niet. Ja, ik zeg, nee, ik was het niet, want ik was bij een reactor. Ik ben helemaal niet in Electrical geweest. Ik denk dat het Rick is. Oké, ja. Het is... Gaan we op Rick? Ja. Dat klinkt heel vies, maar ja. Nou, dat valt best wel mee, hoor. Oh, I don't... Hoe lang kan ik jullie nog tegenhouden? Straks?
Het ligt eraan hoe lang niet. Je kan alleen je eigen stem niet. Nog 70 seconden, toch? Nou, oké. Okay. Ik. We kunnen het wel even een leuke. Of een leuk onderwerp. Hey, somebody hates me. Ik was het niet, trouwens. Oh. The hate. Ik ook niet. No. Oké, dat was misschien niet heel handig. Ik had even moeten wachten tot het wat langer. Tot het wat langer was. Shit. Want er zijn er nog zoveel. Ik kan nog best wel wat meer willen killen eigenlijk. Ik ga wel proberen te saboteren. Kijken. Ik ga eens even kijken of ik iemand anders verdacht kan maken. Hey! Oké, Kate. Even Maltesers, dus niet luisteren naar mijn mond, maar... Ik had eventjes die deur moeten sluiten. Als ik het had geweten, had ik het gedaan. Ik denk dat het Febe is. PG Cole is het sowieso niet. Attica is het sowieso ook niet, dus het is Bibi of Febe. Dus beesten stemmen ze allebei van. Ja, nee, kijk, ik denk maar waarom? Bibi, want... Want, Bibi, omdat de lichten gingen... Wacht even, waar was ik? Ik moet even die map hebben. Oké, ik was bij O2. En Bibi stond zo bij het deurtje. En ineens ging de lichten uit. En jij rende toen naar mij toe, maar toen werd er net een body gereport. Dus dat vond ik wel... Ja, maar ik wilde dus die taak gaan doen. Die daar was. Ja, maar waarom blijf je dan echt zo bijna een minuut bij die deur staan? Oké, laten we eerst op Bibi stemmen. Bibi stemmen en dan op Febe. Want Attica en PG Cold zijn bijna... Ja, maar hebben we nog... Hebben jullie nog een reden waarom ik het zou zijn? Behalve dat ik kantjes en thee kreeg van mijn moeder en daarom ik even stilstond. Nee, maar je kan gewoon simpelweg het uitsluiten. Er zijn nog maar twee mensen die het zouden kunnen zijn, dus dan is het heel simpel. Eerst op de ene en dan de ander. Nou, omdat de andere drie sowieso safe zijn. Oké, meid. Thanks, man. Doei, meid. Ja! Het ging niet zo best, dit! Sorry! Nooit in de thee-talk trappen. Dat is hetzelfde als een M&M's gehad. Maar ik kreeg oprecht wel thee. Oh, wat lekker. Oh, jongens. Hugo heeft echt de leukste dingen gezegd, dit potje. Echt. Jongens, luister niet. Ik eet Maltesers, dus luister niet naar mijn mond. Ja. Lekker. Oké, okay, we luisteren nu naar je oog. Nee, naar je stembanden. Oh, heerlijk. Okay. We luisteren dan door je mond heen naar je stembanden toe. Of de mooie classic, jongens. Er kunnen nog maar twee mensen imposters zijn. Dat is wel, ja. Big brain time. Hé, maar wel lekker. Jullie hebben dus Maltesers en thee. En kom maar aan. Goed. Is goed. Ik ga echt nooit meer killen in Electrical. Dat is gewoon niet mijn ding. Ik zag je dus wel. Nee. Ja, natuurlijk zag je me wel. Zo nou, dom. Je had mij wel goed gekild hoor. En ik begin meteen met dat stomme Simon Says ding, die Start Reactor. Ja. Maar helaas, ik zag Rick aankomen lopen. Toen zat ik al, oh nee. Ik ben dood. Weet je wat het grappigste is? Ik was zeg maar, toen we net begonnen, was ik bezig met die domeinnaam te registreren. Die, Discord-overlay? .nl, ja. Lekker. Dus dat was ik aan het doen. En toen keek ik op mijn beeld. Toen zag ik, je bent imposter. Oh, handig. Maar discordoverlay.nl komt eraan. Hij is geregistreerd. Ja. We gaan er sowieso wat mee doen. Ja, we gaan er leuke dingen mee doen. Oh my god, dat vind ik heel leuk. Dan gaan mensen in mijn chat ook helemaal stuk om. Er kunnen nog maar twee mensen imposter zijn. Ja, mooie opmerkingen van de dag hoor. Ik ben het zeker weer als enige niet geweest samen met iemand anders. Nee. Maar dat gaat nu gebeuren. Let maar op. Ik ga hem starten. Ja. Let's go. Als ik het samen met je ben, alvast, het spijt me. Hoe dan? Waarom ben ik het altijd twee keer achter elkaar? Hoe dan? Waarom? Oké.
Weer in Electrical. Ja. Ze is ook uit de game, of niet? Oh, no. Want ik kreeg eerst een melding, ja. Rose left the game. En toen dacht ik, oh, daarom, ze is dood. Ja, dat dacht ik ook. Waar was het gebeurd, zei je? Oh. In Electrical. Ah, dan was ik Hugo. Het niet. Hugo, dan was ik het niet. Dan weet je dat ik het niet was. Ik doe dat nooit meer. Helemaal tasers. Oh, nog steeds wel tegen Hugo. Deze kill mij echt denken aan Hugo, omdat hij wel, is wel zo iemand die dan killt en dan door de vent heen gaat in Electrical. Dat is waar. De Maltese killer. Dat is gewoon een admin. Heeft hij toevallig wel Ik zag Hugo in Electrical. Trouwens. Ja, ik weet niet hoe Hugo uit. Nee, Hugo kan deze kill niet gemaakt hebben, denk ik, want hij was een admin. Hé, hey, Attica. Ja? Lagen er Maltesers rond Roos? Ja, oh, wel. Ja. Ja, dan weet ik wie het is, hoor. Oh, en ik zal nog de enige. Oh ja. Bibi en Hugo, oké. Nee, maar jij hebt dus niet gezien wie er ging venten? Nee, zeg maar, die deur was dicht en toen ik er doorheen ging, zag ik Roos daar liggen, maar ik heb niemand gezien. Was er iemand in de buurt van Mepe of van Security iets gezien? Ik ben alleen in Mepe. Nee. Oké. Nou, ik ben gedisconnect trouwens, dus ik kom ja. terug. Oké, ja. Start er maar even opnieuw. Tot zo. Ik hoor lekker die... Oh, ik heb zin. Ik wil ook. Ik heb nu zin in Maltesers, maar we hebben het niet. Ik ga zo meteen even wat lekkers halen. Je moet niet naar zijn mond luisteren. Oh ja, dat was ook zo. Sorry. Zo. Next. Oké, wat gaan we doen? Ik ga eerst eens eventjes kijken waar iedereen is. Admin met B, navigation zit iemand, cafeteria. Oké. Okay. Ik moet even die code, die shortcuts moet ik even hebben. Want ik druk elke keer uit al automatisme op allemaal knopjes, maar dan gebeurt er niks. En dat is natuurlijk wel handig als je weet van... als je snel iets moet doen... Ik ga hier op shields. Oké, ik ga wiring doen hier. Oké, we moeten wel wat gaan doen nu. Oké, dus ik ga die... ik ga hem iemand even killen. Ik ga zometeen ook Rob even zoeken. Sorry dat ik zo stil ben, jongens. Het is, was eventjes even spannend. Oh. Met B. Zijn we natuurlijk. Ik doe even de deuren dicht bij met B. Kijk, gaan we hier naar boven? Hier? Huh? Oh, dat was grappig. In met B lag Matthijs. Ik stond daar met Febe. Oh, en Hugo ook. Want de deur ging daar namelijk dicht. En toen stonden Febe en ik meteen met z'n tweetjes voor de deur. En toen gingen we erin. En toen zagen we Matthijs dood liggen daar. Oh. Ik bedacht me later, toen ik op die reportknop drukte, dat we misschien ook nog even naar beneden hadden kunnen lopen om te kijken of we nog iemand hadden gezien. Maar oh, ja. Ik denk dat hij al gevent was. Was er toevallig iemand in security of electrical? Of, ja. Ik zag wel de camera gezien op cams. Ja, ik zag Dion en Taak doen. Ja, ik kwam wel van onder. Maar wie stond er op camps? Jullie zijn de enige die daar dus stonden met z'n tweeën.
Ja, Phoebe en ik. Ja. Maar Phoebe is wel safe, denk ik. Want ze heeft me echt al zo vaak kunnen killen. En dat heeft ze niet gedaan. Oké. Okay. Of jullie zijn ja. erbij. Ja. Ja, dat denk ik dus juist van Onedi en van Attica. Want? Ik weet, nee, ik heb geen flauw idee. Omdat jullie elkaar zo snel foutje met de games. Ik fout haar helemaal niet. Ik zeg juist dat ze het wel zo zou kunnen zijn. Dan heb ik het niet goed gehoord, sorry. En ik zag Creative World met Phoebe. Ja. 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 Dus maar ik stond in de tijd. Ik stond op cams de hele tijd. Maar was jij degene die op cam stond? Ja, maar ik heb wel iemand gezien die op cam stond. En mij en Phoebe samen dansen bij Navigation. Zo ja, en toen zag ik jullie voor die deur inderdaad. Ja. Iemand anders daar naar binnen zien gaan. Oké, dus Attica, dat wij het niet zijn geweest. Want toen wij met B inliepen, naar de deur open gingen, dan worden die er meteen. Maar dan heeft Attica degene die het gedaan heeft toch moeten zien? Nee, want de deuren waren eerlijk gezegd? Eerlijk gezegd denk ik. Het was in Ja, ik weet het niet eigenlijk. Rob. Ja, ik vind Dionne wel zus. Yo. Waar was ja, jij? Ik vind Dionne en Rob wel. Oh, ik ben echt altijd zus, maar jongens, ik ben het nooit. Kijk, daarom ben ik zo tering van gereinigd. Oké, maar we moeten nu heel snel stemmen. Moet stemmen op die kaart niet uit. Something. Je mag al bij stemmen hoor. Ben ik weer eens vergeten te stemmen? Volgende keer mag je eruit stemmen. Oh nee, ik ben er al uit. Doei. Maar dus, ja. Ik was het weer niet, jongens. Oh. Oké. Ik ga ook op cams. Wat is dit? Maar dit is niet cams. Dit is wat anders. Doe het. Doe het! Ik zag het! Ik had het wel! Toch wel, hè? Ja. Dat Rick en Rob het was met elkaar. Oh, ik dacht en ik zag Rick en ik dacht Rick en ik had het niet verwacht. Volgens mij zit ik gewoon in een bug dat ik het nooit mag zijn. Zo zit bij de platform. Dat heb ik ook echt twee keer achter elkaar gehad. Twee hele avonden was ik maar één keer in. Dit is mijn derde avond. Dit is mijn derde avond echt, al. Echt heel sneu is dat, hè? Maar nu komt het goed. Nee, denk ik voel soort, het. Is er een soort Dionne en ik? Zijn er een soort punten daarvan of zo? Ja, dat was... Je hebt zeg maar net als pandapunten, maar dat je een soort van... punten heb dat je zegt, ik ben al zo lang niet imposter geweest. Ik kan ook nog maar een kwartiertje hier zijn, want dan is mijn neefje er en dan gaan we Phasmo spelen. Nou, dan moet je dit potje wel... Ja, dat moet wel goed komen. Moet lukken. Ik stem sowieso op je, of je het nou bent of niet. Dan heb je toch het gevoel dat je het bent. Dat gebeurt toch de hele tijd. Het is echt perfect tijd. Roos is er nog niet in. Oh. Ja, ik heb Phasmo ook een kwartier geïnstalleerd. Ik heb het opnieuw gedownload, want het liep helemaal vast. Maar als het goed is, doet hij het nu weer. Oh. Denk ik. Hoop ik. Ja. Hoe kunnen computerprogramma's vastlopen? Als ze zo lopen? Nee, op mijn telefoon. Draaien ze dan? Dionne, ik ga heel hard voor je hopen. Ik zet hem aan. Gaat hij goed nu, Roos? Ja. Yay, goed gedaan. Goed opgelost. Joepie. Oh, Dionne is nou, succes. Succes. Ik heb even game sound. Ik zal zo meteen netjes al mijn blacklist woorden weer even uitzetten. Oh, Matthijs is eruit. Je bent niet gemute. En je staat niet gemute. Oh. Dank je. Maar thanks voor de blacklist woorden, dat was echt super interessant. Nou, gelukkig zei ik niks anders interessants. Inderdaad. Kom op, hoe moeilijk kan het zijn, jongens? Dank je. Oh. Ja hoor, we gaan hier met z'n allen. Hé, hey, dat was... En weer al in Electrical. Snel. Weer in Electrical. Uso? En Matthijs is ook al dood. Nee, dat was Kirsten. Dionne! Ja, ik ben het. Het is sowieso Dionne.
Nee, joh, ik heb mijn hele chat weer volgevloekt. Ik ben het niet. Oh. Oh. Ik vind het toch wel tof dat je elke keer weer meedoet. Elke keer denk ik, nou, dit is de laatste keer. Die komt niet meer terug. Maar, ja, het is bijna gokken, weet je wel. Zo van, het ligt nu zo'n dikke lading bovenop. Van, ik wil het zo graag zijn. Oh, dan gaat mijn camera ook weer uit. Alles gaat mis. Zo dat van... heb ik ook altijd. En dan word je het juist niet. En als het dan wordt, dan ben ik zo in de stress en in de paniek ervan. Dat ik het zo lang niet ben geweest dat ik het verpruts. Ja. Er is te veel lading zit er dan op, inderdaad. Nou, ik snap het helemaal. Maar jongens, even centraal. Wie heeft hem gekild? Ja. Kom op, zeg het. Ik. Ja, als we dat nog eens wisten. Oké, okay, roep in naar mijn naam. Ja, waar, waarom, wanneer? Nee joh, nee, weet ik veel. Ik was eerst in Reactor, samen met Febe volgens mij. Dus wij zijn sowieso niet. Ja, en de body lag in Electrical. Weet iemand ook waar Matthijs lag? Lag hij erbij of niet? Nee, alleen ook. Oh, sorry Matthijs, niemand gaat je vinden dan dus. Helaas. Ze zegt wel sorry. Ja, nou, gewoon als lieve crewmate zijnde. Maar met andere woorden, we hebben niks om het op te baseren, zeg maar. Volgens mij niet. Pretty much. Nou, Skip. Lekker. Okay. Skip dan. Skip maar. Skip. Ja. Sad Skip. Ik zal nu netjes mijn microfoon uitzetten. Hey, stem op Dionne. Ik ga stuk hoor. Dat je dat wordt. I've got you covered, Dionne. I've got you covered. Misschien word ik het nu toch per ongeluk. Door een ineens, gewoon weer. Daarom. Oh ja, inderdaad. Ja. Ik moet even Ferry nog even op de blacklist zetten. Dat... Nee, ik zal eerlijk zeggen, ik heb echt geen idee. We hebben gisteren eventjes zitten testen met een aantal dingen van de chatbot en zo. En toen hebben we wat woorden op de blacklist gezet en caps uitgeschakeld en dat soort dingen. Maar toen werkte het allemaal niet. Maar inmiddels werkt het blijkbaar wel. Oh, Febe. Oh nee. Oh no. Oh no. Oh no, no, no. Oké, okay. Nou... Dit was een report, denk ik. Want waar ik heb... was die? Een wat? Het was bij storage. 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 Ik heb Bibi daar wel gezien. Ja, maar dat was omdat die touwtjes staak deed, weet je wel? Ja, die deed ik daar ook. Ik heb alleen daar helemaal bovenin ben ik geweest. Verder... Touwtjes? Ja, die... De wires. Ja, dankjewel. Thanks. Ja, die heb ik ook gedaan. Die, dus ik ben eigenlijk alleen maar bovenin storage geweest en daarna ging ja, weg. Goed verhaal dit. Echt ja. Goed ja. Maar die lag onderaan in storage, dus ik denk sowieso niet dat Bibi in die korte tijd, want dat denk ik niet dat dat zo snel okay. ging. Waarom spring jij zo nu op in die intent defense? Heeft iemand haar daar? Gewoon omdat ik denk dat Bibi het niet is. En Rick heb ik ook nog gezien in storage. Denk ik ook. Heb je het haar echt niet zien doen? Want ze kan wel zeggen dat ze alleen maar boven echt, is geweest. Echt nee, volgens mij echt nee. Oké, okay, ik vind Febe een beetje gezien. Ja, ik vind Febe ook wel een beetje sus. Want weet je hoe het zeg maar ging? Ik was druk aan het kletsen en ik was aan het rondlopen. En normaal gesproken wat er dan gebeurt is dat er een body is waar ik overheen loop. En ik zag Febe naar me toe komen, naar me toe lopen, teruglopen. En toen ineens had ze gereport. Dus ja, Ik kwam van verdacht. Boven storage. Ik kwam van boven storage, dus ik heb nooit Maris kunnen zien liggen. En dan ben ik teruggegaan met jou, omdat ik dacht, oké, dan ben ik safe als er iemand bij is. En dan zag ik Maris onderaan in storage. Maar vandaar dat ik ook zeg dat Bibi safe is, want Bibi was bovenaan storage. Oké, dus Febe en Bibi, die vouwtje voor elkaar. Laten we eerst een soort van... Ik niet voor Febe, want ik heb Febe nog nergens gezien, dus ik kan waar was jij? Niet... Ik stond naast jou, maar fijn dat je dat niet zag. Nou ja, ik heb het wel gezien, maar ik stond daar eerst alleen. Ja, en toen kwam we moeten stemmen. Oké, ik stem op Febe. Ja! Ik stem Febe. Ik ook. Oh shit, ik heb op de verkeerde gestemd. Oh, well done. Sorry, Dionne, ik kon niet op jou stemmen deze keer. Ja. Hebben we het nu goed? Of hebben we het niet goed? Want dat ligt meteen uit. Ja, iemand anders gaat het licht toch wel doen. Ik hoef dat er niet heen te lopen. Of is dat dan meteen zus als je dan niet heen gaat?
weet het niet hoor. Toen met z'n allen. Kijk, en nu moet ik electrical in. En dat vind ik dus wel een beetje eng. Kijk, Onne die loopt hier. Het zou natuurlijk ook gewoon Onne kunnen zijn, hè. Dat ze gewoon de hele tijd chagrijnig doet. Zodat als ze dat een keer, als ze het wel een keer is, dat ze dan niet verdacht is. Omdat ze het de hele tijd toch al niet is. Maar aan de andere kant. Oké, Bibi gaat electrical in. Iedereen loopt hier. Oké, ik loop met Onne die mee. Kom. Eerst upper engine. Oh, hey, ik kan een scan doen. Toch? Zat het licht nou weer uit? Oh, ik bewaar die scan nog wel eventjes. Dan kan iemand anders misschien... Mijn koudje. Waarom is nog steeds het licht uit, jongens? Niemand gaat het licht uit doen. Waarom staat Bibi hier al de hele tijd? Huh? Oké, dat ging niet helemaal goed. Ah, nee! Oh, nee! Ah! Ah! Oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee. Oh, gelukkig. Oeh. Ja, ik heb dus nog steeds geen idee hoe ik dat licht weer aan moet doen. Want ik zie al die knopjes. En ik druk altijd maar gewoon op al die knopjes. Ik schakel ze allemaal omhoog of wat dan ook. Maar ja, ik heb echt geen flauw idee hoe dat werkt. Oké, ik ga het nu proberen, ja? Ik ga nu kijken of ik het kan. Aan, 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 aan? Of moeten ze juist... Nope, dat is het dus niet. Oh my god. Lekker hoor. Goed bezig. Knap, heel knap. Waarom wordt er niet gekild? Is misschien een van de imposters eruit of zo? Is die gekikt of zo? Het gaat nu wel heel lang door zonder kills. Of we vinden ze gewoon niet. Maar ja, dan kunnen we net zo goed die taakjes afmaken. Hey, hey, hey! Zo! Nou, ik was er weer 20 keer voor bijgelopen, hoor. Het is zelf je beurt, want ik zag Hugo Dionne killen op cams. Wat? Wat? Ik heb gereport, hè? Nee, het is Hugo. Hugo, niet Rick. Hugo. Dank u. Bibi, kan je even mijn back hebben, AUB? Ik was letterlijk met jou een admin. Wat? Ja, maar het kan ook... Ja. Ja, ik was letterlijk met Bibi een admin. Ja, Hugo was wel... Ja, ik was gewoon met alleen, Bibi Attica... admin. Ja. Attica heeft ook gezien dat ik 7, want ik heb een map skin gedaan. Ja, en Bibi is 7, want Bibi deed je tegelijkertijd met mij card swipe. En Hugo, jij bent... Ik zag je letterlijk die honden killen op cams, dus ik denk maar... dat je erop net kan komen. Je weet dat ik de kleur zwart ben, denk... hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Die honden gekillt. Dan... Ik denk dat het Attica of Rick is. Nee, ik denk echt niet dat het Hugo wilde poelen, alleen dat ze niet dacht. Ik heb al mijn task af, dus ik stond op camera, bij de camera en toen zag ik jou met Dionne in admin, geloof ik. En Dionne, jij killde haar, ik zag het. Ja, oh my god, waarom stond je bij mij? Spannend. Ik weet dat jij het bent. Ik zag jou letterlijk killen. Ja, maar wat? Ja, sure. Yo, wat? Het is echt gewoon too obvious. Oké, ik ga heel snel, heel snel, heel snel. Want ik heb nog één taak en dat is de laatste. Dus het moet ik gewoon nu doen. Jongens, ik moet er vandoor. Oké, doei. Oh, tot de volgende keer. Succes. Doei. 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 Bye. Mijn taken zijn af trouwens. Heel goed. Ja. Wacht, wie waren het nou? Dat scheelde niet veel. Ja, het gewoon gelijk. Waarom geloofde niemand Attica? Wat zeg je? Waarom geloof je niet? Jawel, ik had gestemd. Ik had gestemd op Hugo. Ja, maar hij killde echt gewoon. Ik zag gewoon die cams ook aanstaan. Ja, ja, ik let er niet op. Ik let er ja, ik ook niet. Jamila, Jamila wil zo meedoen. Oh, nou. Met de potjes. Ze zegt, ik moet nog heel eventjes iets afmaken. Dus als jullie nog heel veel willen wachten of even een potje doen zonder mij, dan kom ik er daarna bij. Oké. Okay. Oh, maar ga je dan weg? Want jij bent de host, toch? Nee, ik ga niet weg.
Oh, daar kunnen we ook niet starten, toch? Dus we wachten wel. Ja, we kunnen ook een potje even met z'n negenen doen. En dan starten we daarna een potje met z'n tien als Jamila erbij is. Maar er mist één iemand. Ah. Matthijs. Ja. Matthijs. Matthijs. Ja, een keer computer problemen. Ben je niet ook door Hugo? Nee, Febe. Sorry, maar wie waren nou dan? Febe en Hugo? Ja, Febe deed inderdaad de self-report. Nou, ze had het goed, hè? Ja, Erik, je had het helemaal goed. Ik zat ook echt te juichen voor je. Yay, dank u. Ik was heel sad. Ik stond in Electrics en ik vente, zeg maar, in Electrics. En ik wilde haar killen en ik dacht van, oh shit, ze heeft me gezien. En ze had me niet eens gezien. Ik vente letterlijk voor. Naast haar. Bij mij? Nee, bij Onnedy. Oh, ja, oh, misschien was ze die taak aan het doen. Dan zie je het niet. Eigenlijk wel. Ik stond gewoon, ik dacht van, shit. Oh ja, dat zou het zijn. Oké, nou, we doen even een potje met z'n negenen dan. Ja. En dan zal ik even kijken of het doen we 8 imposters en 1... Ja, ik heb 8 imposters aangezet. Horen jullie mij? Ja, ik weet dus niet hoe dit komt, maar ik heb Discord afgesloten en ik hoor jullie, maar ik kan Discord dus nergens meer open. Je mag gewoon niet meer weg. Je bent gewoon gedoemd. Dit is echt raar, man. Appen naar je task manager. Ja, ga naar discordoverleven.nl. Sowieso, discordoverleef.nl. Taakbeheer, ben ik al problemen. Geweest, maar dat, ja, dat komt omdat jij hebt zo'n cheap overlay gekocht. Je moet naar discordoverleef.nl en hij heeft premium overlay. Nee, maar even serieus, mijn stream wil task manager. Ja, dus gewoon even control-alt-delete en dan even haar afsluiten. Oké, ik ga hem nu wel muten. Bye bye. Doei. Vet handig als iedereen door elkaar praat. Kom, we gaan iemand helpen. We gaan allemaal door elkaar praten. Oeh, rustig maar, Hugo. Ik doe niks. Ja, doe jij deze maar. Pak hem. Hoe doe ik dit? Hoe doe ik dit? Hoe doe ik lights? Hoe doe ik lights? Zo zeker. Oké. Ik ben... Het gaat op zich redelijk oké. Waar is iedereen? Kom, eens eventjes... Hey! Ja, gaan we ervoor? Kom. Kom, let's go. Pam 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 pam. Zo, oké. Okay. Hugo lag voor reactor. Nou, reactor was het in ieder geval niet. Nee, Bibi heb ik de lichten zien fixen, maar goed, zeg niks. Yes. Maar ze heeft me niet gekild in ieder geval. En waarom is het creatiek niet? Omdat nou, ik het omdat... niet ben. Ja. Dat zei ik net ook. Dat argument gebruikte ik net en het was niet waar. Goed. Vanaf de lichten tot en met admin, zeg maar. Toen stonden we ook nog de hele tijd stil. Toen heeft ze me ook niet gekild. Zij zou me ook, zeg maar, kunnen hebben gekild. Ik heb mijn upload gedaan in admin en Bibi heeft mij ook niet gedood. Dus ik gok dat Bibi het niet is. Vertrouw je mij ook? Nee. Echt niet eerlijk. Al die random vertrouwens en mij niet, ja, vind ik niet eerlijk. Ja, maar ik heb niet random vertrouwen. Als ik iemand vertrouw in, heb ik het echt goed gedaan, hoor. Ja, Matthijs, zeker. Matthijs, waar was jij? Ik was samen met Rick. Wij, na Reactor, zijn we eigenlijk gelijk doorgegaan naar Navigation. Vanaf de Reactor? Ja. Where the body was? Ja, de Reactor ging af. Wat is daarna echt, gingen wij weg. Hey, naar Navigation. Hugo vooruit. Hugo left. Ja, hij is toch al dood. Ja, Rick en Matthijs zijn toch een beetje... Ja, Rick en Matthijs, ik heb ook een beetje mijn zus en Matthijs. Want ik denk dat Febe is ook wel oké, denk ik. Want die stond erbij bij mij en Bibi. Ja. En die heeft ook niks gedaan. Maar ja, kan zijn Rob dat Bibi niet ook twee seconden. Yes, ik heb Bibi er vertrouwen gewonnen. For no reason. Yes! Nice. Ja. Ik zei het dus niet. Je krijgt ze gewoon zo. Ik denk. Jij krijgt ook een kopje thee van mij, Bibi. En Matthijs is van Rob. Ach, kijk. Ja. Oké, gaan we voor Matthijs of gaan we voor Rick? Waarom één van ons tweeën? Ja, omdat jullie het meest zijn.
Ik weet het niet hoor. Ik ga voor Kreatje. Nee, Rick. Ja, Rick. Dit is onzin. Rick. Rick. Slaap ik op de bank? Oh, zo slecht dit. Zo dom. Echt zo dom. Maar wel leuk. Je was gewoon te stil. Ik ben de hele tijd met hem geweest. Ik heb op spat gezet. Ja, rip, jongens, rip. Helaas. Zo, ik zal eens eventjes kijken wat mijn chat allemaal te zeggen heeft. Want inderdaad, de ene keer dat ik in Boston was, ging even wat minder. Ik had even het idee dat we lekker gingen. We gingen goed, man. Veel kills. En toen toch dit, hè. Zo jammer. Maar goed. Ik deed mijn best. Maar misschien had ik nog iets beter kunnen liegen. Ik denk dat ik daar wat beter in moet gaan worden. Want tot nu toe ben ik elke keer weggekomen met van... ik wist het niet. Of door ze af te leiden. Maar ja, nu kwam ik er niet mee weg, helaas. Oh, helft op. Ik zag het! Ik zag het! Oké. Matthijs? Nee, geloof mij, Matthijs. Ja. Matthijs, ik zag het! Yes. Hij killde en hij sprong in een setje ernaar. Jawel, webkrat! Ja, ik geloof sowieso Bibi, dus je gaat er niet onder vandaan komen. Rob, hou meteen in! Jammer, Matthijs! Oh, sorry Matthijs. Voor me ogen killen. Zo jammer. Let maar op. Ciao. Zonder dit. Ja, dit was echt jammer. We gingen zo lekker, hè? Ja, goed. Het ging even goed. Ik zag niet staan en ik dacht van nee, dat gaat niet goed. Dus ik wilde zo wegrennen en toen nope. We wisten het gewoon. Ja. Jullie waren zo suspicious aan het praten. Ja, sorry. Ik moet dat nog even oefenen, hè. We moeten ook niet naar je mond luisteren. We moeten ook niet naar je mond luisteren. Nee, dat moet je ook nooit doen. Bibi, je pakt net Jamila's kleur af. Dat is wel vaak een goed idee. Nou, Jamila komt er nu bij. Als het goed is. Jamila. Ze is de Discord aan het opstarten. Even inloggen. Oh joh, we krijgen een live verslag. Ze is nu aan het inloggen. Heeft wel een goede overlay? Ja, ze gaat nu naar de wc. Anders weet ik nog wel een goede plek waar ze overlay krijgt. Heb je een overlay nodig, Jamila? Ik moet eventjes een overlaytje maken hoor, moment. DiscordOverlay.nl. Ja, even reclame. Gesponsord door DisplayOverlay.nl. Sowieso. Discord. DisplayOver. Of DiscordOverlay.nl. PlayOverlay. DisplayOverlay. Whatever. Echt een topgesprek. Ja. Dit is van de hoogste plank. Altijd. Waar je. Net niet bij kan. Hij is in ieder geval geregistreerd. Ja, ik kan bij geen plank, want ik ben te klein voor alles. Precies. Rick weet precies waar je het over hebt hoor. Rick die voelt dat ook. Hey. Even chill, hè. Mensen hadden nog respect voor me, maar dat gaat nu bergafwaarts. Oh, respect voor je. Ik ben de enige die klonk echt als een robot, net zoals wat hij net zei. Ja, Rick die klonk echt als een robot. Zeg maar, weet je wel. Dat is als ik boos ben. Dan, dan gaat het robotje naast je voor je. Oh ja. Ik wil ook die robot. Ik ben boos. No recording. Waarschijnlijk zat ik gewoon iets te dicht bij mijn microfoon. En dan gaat hij proberen hem zachter te zetten. Even inloggen en dan ben ik erbij. Of ik weet de inlogcode niet of het klopt wel wat ik zei. Ze moest ook nog even naar het toilet. Maar dat had ze niet gepikt. Dat had ik verzonnen. Hey Hugo, daar ben je weer. Hallo, hey Bibi, wat doe je met mijn kleur? Ja, jammer. Oh. Wil je zwart weer, Hugo? Dan lijkt je weer zus. Als het mag. Als het mag. Oh, Hugo. Ja. Hugo is poepie. Ik doe wel lief uit voor jou, Hugo. Kleuren. Je bent er meteen poepie. Een beetje eng. Hugo. Poepje. Oh, poepie. Het poepie. Is op Jamila. Oh ja, maar Jamila is sowieso bruin. Ja, klopt. Sowieso poepie. Welke kleur gebruiken wij bijna nooit? Lijm, hè? Gebruiken wij bijna nooit. Lijm is er right there. Nee, want wie is wel onze lijm? Roos. Roos nu, maar normaal was roos ook altijd wit. Oh. Net was ik paars. Meestal? Ze is er. Roze. Waar is Jamila met haar poepie? Ze is er.
Her bear poop beep. Maar waarschijnlijk doet de microfoon het nog niet. Ze hoort niks. Hallo? Ja, hallo! Hallo. Ja, hè, verdorie. Daar is ze nog! Hey. Yay! Yay. Welkom. Hoeveel koekjes heb je gegeten? Hoeveel koekjes ook? Nul. Oh. Wat? Jamila was heel verdrietig dat ze niet mee mocht doen. Ze zat de hele tijd allemaal zielige berichtjes te sturen. Dat ze maar de hele avond koekjes ging eten. Wat een aansteller, joh. Mocht ze meedoen? Nee, kan eigenlijk helemaal niet. Oké, Rick, doei. Ik ben... Ach, gelukkig. Dan kan ik tenminste ook stoppen. Meteen weer weg. De code staat in code Among Us, dinges. Maar dat weet je waarschijnlijk wel. Ja, kijk, er is al. Ja. Hey, hallo. Hey, Poepie. Hey. Hoi. Poepie with the present. It's a present, Poepie. Nou, in mijn chat zegt ze, ja, Jamila. Yay, woehoe. Oké, als ik imposter ben, gaat Rick het eerste dood, oké? Nee! Nee! Wat heb je in één keer niet, Rick? Oké. Ik ben weg. Oké, als ik dood heeft dat stem op Jamila. Dan weet ja, is goed. Ja. Oké, ik start hem al meteen. Maar nu weet iedereen wie ze als eerste dood moeten maken. Later, Ferry. Thanks voor het kijken. Oh, wacht, ik ga wel meteen naar admin. Ah, kak. Dat is dom. Oké. Okay. Oké, okay, wat hebben we hier te doen? Electrical, dan ga ik maar snel heen voordat ik gekilled word. Maar als Jamila hier staat, dan ga ik heel snel weer weg. Ik weet eigenlijk niet of Jamila op dit moment aan het streamen is, eerlijk gezegd. Volgens mij niet, want volgens mij was het echt een beetje last minute allemaal. Dat ze er kwam. Maar ik weet het niet. Ik zou het checken natuurlijk. Ze heet Jamilala op... Ze heet Jamilala op Twitch. Dan moeten we even... Thomas, daar moeten we eventjes een... hoe heet het van maken? Een... command. Oh, gelukkig zijn we hier met z'n allen. Waar? Boven met B. No. Febe kwam uit met B. Daar lag echt daarboven bij de deur. Ik kwam net aanlopen vanaf Upper Engine. Ja, ik kwam ook net aanlopen. Nee. Ik kwam ook echt waar. Febe kwam ook net aanlopen, want die kwam uit. Ja, ik was eigenlijk. Café. Ik was in de admin, ja. En ik zag Attica daar ook naartoe lopen. Want zij was net klaar met de wiring task linksboven. En toen ging ik daar naartoe. En toen, net toen ik klaar was met mijn taak, is Attica dood. Dus het is echt een hele verse kill. Dus het is waarschijnlijk. Dus... Okay. Of Beertje, maar... Nee, ik kwam net aanlopen. Ja, maar ik kwam Febe ook net aanlopen, want die kwam ook uit het café. Dus het is Kreatchik, Febe of Jamila? Nou, ik ben het niet. Ik was de hele tijd met Febe was ik in electrical beneden. Ja, ik ben toen via de zijkant, via lower engine naar boven gelopen. Toen had ik in upper engine dat korte taakje. En toen liep ik het gangetje in bij dus... MedBay en daar lag hij. En Febe kwam precies gelijktijd aanlopen. Ik had Kreatchik wel scannen in MedBay. Dus ik denk maar... dat het sowieso niet is. Dank je. Okay. Maar Kreatchik, jij zegt dat je net ook de hele tijd met Febe was? Nee, ja, ik was nu net pas met Febe. Alleen in electrical. Oh, maar daarna kwam ik boven tegen. Maar ze zou dus gefant kunnen zijn. Nee, ze zou vanuit Electrical gevent kunnen zijn naar Med B. En dan daar uitgekomen zijn. Dat zou kunnen. Ze was wel bij Med B. Oké. Okay. Op wie hebben mensen al gestemd dan? Ik ga ook voor Febe. Ik ga voor Febe. Veel succes. Goed dag, Febe. Ik ga je echt verliezen. Doei! Met één imposter minder zal het vast lukken. Goed dag, Febe. Minder gaan we het vast. Febe was overworked. Bij Phoebe. Oké. Okay. Ja, ik weet niet. Ik heb zo'n vermoeden dat het Kreatchik is. Maar ik heb nog geen bewijzen voor. Dus wat ik ga doen is, ik ga dit even afmaken en dan ga ik even het bewijs zoeken. We gaan eens eventjes kijken of we... Kijken waar... Lower engine?
Oh! Lower engine. En ging iemand naar reactor, electrical. Oh, dat gaat snel. Oh, ik wou zeggen, misschien dat ze allemaal aan het venten zijn, maar dat zal wel heel heftig zijn. Ja, misschien ook wel trouwens. Oké. Okay. Ga weg, ga weg, ga weg, Engert. Engert. Hey. Waar moeten we heen? Hé, hey, dat is een groene. Waar? Slaam. Oké. In security. Oké, ik kan sowieso Bibi, Kreatchik en mezelf foutje, want wij waren aan de rechterkant bij ook. Klopt. En ik zag nog iemand beneden bij Vision, die ze denk ik ook. Ja, oké, ja. Dus dan is het ik zat wires erop te doen, ik zat drie man erheen lopen. Rob was met mij. Rob is het sowieso niet voor deze kill. Dat was... Hallo? Matthijs, Jamila. Net... Oh, dat was... Oké, okay, sorry. Jamila wel voor de laatste keer bij security gezien. Ik liep samen met Jamila, Rick. En ik heb Crea voor het laatst keer. Jamila. Ik ben weggelopen, Crea. Jij bent daar blijven staan. Ik ging naar reactor. Ja, wel net een nette kill gemaakt dan daar. Nee, ik had die 1, 2, 3, 4, 5 dingen staak. En toen ben ik daarna naar boven gelopen. En is die O2 afgegaan. En daar kwam ik Hugo en Bibi ook tegen. Ja, daar kom ik dus Kreatchik, Bibi en dan Matthijs tegen. Wel safe. Ja. Ik vind Jamila op zich wel safe. Want we hebben allebei de fuel tanks gedaan. Ja, heb ik ook gedaan met Jamila. Ja. Dus wie zijn er Bibi. Allemaal safe? Aal zijn we wel safe. Bibi? Ja, dat ben ik. Hi. Bibi, kan jij alsjeblieft wat random mensen veilig stemmen? dat hielp wel. Nou ja, ze riep net al ik Hugo heb, en ik dat wij waren deelt met z'n ja, liedjes. Hugo en Kreatchik. Ja, we waren daar. Ja, lekker makkelijk. Ja, alleen Jamila. Dat zeg jij, Hugo. Ja, maar toen Reactor gecalled werd, is die kill al gemaakt, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja, maar het is wel heel handig dat je dan even naar de andere kant van de map loopt en dan zegt, ja, wij waren er allemaal, maar daarvoor was jij ook gewoon Crea, was jij ook gewoon in security. Ik denk persoonlijk dat het Hugo en Crea is. En ik denk dat Crea deze keer heeft gemaakt. Want van de tijd weet ik bijna wel zeker dat hij het heeft gedaan. Ik denk dat het Rob en Jamila is, want ik vind Rob heb ik gewoon de hele tijd niet gezien terwijl de kill werd gemaakt en Jamila... Ja, die zit een beetje te accusen. Ja, we moeten nu stemmen. Ja, gooit echt random accusations. No. Gevaarlijk. Jullie hebben ook al niet geluisterd toen ik het over Phoebe zei. Phoebe. Weep. Ja. Ik zei het al. Ik zei het al. Dit zou heel goed creatie kunnen zijn. Ik had namelijk ook niet verwacht dat Jamila eruit gestemd zou worden, eerlijk gezegd. Even snel wat taakjes afmaken. Dan kunnen we dit afronden. Zo. Lekker Hugo! Maar oké, okay, van Hugo en Crea wist ik wel zeker dat jullie het waren, omdat jullie zo ontzettend snel op Phoebus sprongen. En toen de rest ging er gewoon bovenop en ik wou zeggen, Phoebus langsgelopen. En Hugo, ja, ze is waarschijnlijk gevent. Phoebus langsgelopen door cafeteria. Crea, chick, ja, ze is waarschijnlijk gevent. Phoebus langsgelopen door cafeteria. En iedereen, Phoebus eruit. Ik was ook zo blij. Oh my god. Met Hugo die in één keer zei, ja, ik heb er zien scannen in Med Bay. Ik, huh? Ik was niet in Med Bay. Ja. Oh, ja! Ja! Ja. Oh. Super nice. Leuk. Oké, okay, ik zet hem weer aan. Ja, sorry. Sorry voor iedereen die ik geframed heb vandaag. Succes. Stakkers.
Nou, hè. Zo, jongen. Oké, admin. Ik loop hier echt overal tegenaan, zag je dat? Ja, ik moet zeggen, ik vind het toch altijd wel moeilijk hoor. Om gewoon goed te luisteren naar mensen überhaupt. Omdat het me meestal niet interesseert. Ik bedoel, nee, om gewoon goed op te letten. Want als dat waar is wat Jamila zegt, dat zij... Zelfrapport, dat kan toch niet anders? Dat was zo snel. Dat was echt dat heel snel. Echt snel. Oh no, Phoebe. Weer Phoebe. Roos, waar vond je Phoebe? Ja, maar dit was zo snel. Ja, dit was wel heel snel. Staan, ik liep naar Electrical en daarbovenin lag Phoebe. Het was echt recht in de roos. Ja, dan moet je echt diegene hebben zien venten, want volgens mij was die cooldown ja. Was net klaar. Ik heb echt niemand zien venten. Ja, dan ga je dan die cooldown in het begin niet gewoon 10 seconden. No matter hoe lang dat ging jij doen in Electrical. Dat het gewoon een dubbelklik is en dat ze gewoon per ongeluk zelfreport is. Denk het ook. Ik moet wel zeggen, als ik dat ook goed gestemd heb, Thijs. Je misklikt. Dan ga ik... Ik stem op rood. Ik ga ook niet... Op wie stemmen we nou trouwens? Ik vind het te makkelijk. Ik ga op rood. Ik denk zelfreport. Ik denk wel niet. Ik stem op skip. Zullen we anders met z'n allen tegelijkertijd antwoorden? Maar om haar nu al eruit te stemmen... Dus ja, is misschien ook zo. Dan een beetje een gokje. Oké, dan doen we dat toch niet. Leef nog. Oh. Puur omdat ik die per ongeluk een foto op Hugo had, volgens mij. Door mijn shield, want daar zaten met twee dingetjes. Wat leuk dat iedereen zo in de chat zo lekker is te kletsen. Dat vind ik leuk om te zien, jongens. Oké, ik heb hier 3 taken. Hoe krijg je het voor elkaar? Als je dood wil, dan is dit wat je moet doen. Al deze 3 de taken. Oh nee. Is iemand nu fan? Goed luisteren, oké? Hugo. Arme Jamila, wow. Ze lag bij de upload dingen in admin. Ik kwam namelijk daar nu ook mijn upload doen en ik zag haar daar liggen. Oké. Waar lag je bij? Jij achter mij. Als je bij admin, daar heb je dat dingetje waar je kan downloaden en waar je hem ook kan uploaden. Oh, ja. Bij die taak, ik denk dat ze tijdens die taak gestorven is, want ik heb die taak nu ook. Rob, via waar ging jij toen je naar de webmas ging? Via waar ging je toen? Ja, ik zag jou met Rob. Ik ben langs admin gelopen, ik ben er niet naar binnen gegaan. Langs met B. Wat? Zei je langs... Ik ben langs admin gelopen. Ik ben langs admin gelopen, meteen naar beneden om trash te doen. Daar zat ik met Matthijs trash te doen. Alleen, ik vind Matthijs zus as shit. Waarom? Hoezo? Omdat ik samen met Jamila boven trash heb gedaan. Ja. En Matthijs heb ik niet gezien. Ik heb hem in O2 moeten doen. Ja, ik kan zijn gezicht zien. Dat is echt vervelend. Help echt niet. Is in de fans. Aparte kamers gaan zitten. Ja, is het Matthijs, Rob? Is dat Matthijs? Ik wil hem niet. Ik ga niet op zijn facial expression deze uitspraak doen. Nee, dat snap ik. Dus we stemmen op Matthijs. Ja. Niet helemaal eerlijk, maar oké. Matthijs gaat nu meteen ergens anders zitten. Oh, zie je. Hey, maar even, we weten natuurlijk wel. Eigenlijk moeten we hierna op Rob stemmen. Sowieso. Call emergency en foto Rob eruit. Mijn camera fix hoor, van mijn stream. Als je denkt, waarom sta ik stil? Oké, ja, hij was vastgelopen. Mijn camera doet het weer. Ja, en je moet ook even muten. Oh, dat had je al gedaan. Ja, al gedaan. Maar ik denk, voordat jullie denken, waarom staat ze zo lang stil? Hallo, eens even stil zijn, jongens. Jij kan helemaal niet praten, mama. Je bent dood. I hear dead people. Wanneer gaan we nou een keer proximity mod doen, jongens? Ik wil dat zo graag. Ik ook. Ja, dat doen we volgende keer. Oh, dat is morgen. Als jullie dit kunnen doen, kan ik ook gewoon spreken. Nee, de jij bent dood. Is... Nee, jij bent dood. Jij mag niks zeggen. Oh. Ondertussen kunnen we gewoon alle takjes eventjes doen. Ze heeft er natuurlijk eentje extra bij gezet. Ik wou zeggen, het zijn er wel meer dan in het begin, maar dat klopt ook.
vind dit zo'n rare... Omdat hij elke keer weer oplicht, weet je wel? Ik vind dat heel raar. Oké, ik ga hierna. Gaan we even op Kim. Oké, Attica, waar was jij? Waar lag hij? Ik was in electrical. Oké, Rick, waar was jij? Ik was bij security. Wires aan het doen. Waar was jij? Ik was onderweg naar Shield. Ik stond in cafeteria nu. En waar was jij, Bibi? Upper engine. Oké, dan... ja, de body lag in storage bij die fuel ding. Dus dat is... Oh ja. Als je een electrics bent, that's kind of sus. Ja. Ja, maar dat is altijd sus als je daar bent. Ja, maar ja. Dit maakt het extra extra. Dit is gewoon sus plus plus. Ja, ik heb een beetje... ja. Wat? Je hebt een beetje... Ik heb toch nog steeds... Nee. Ik heb dus nog steeds een beetje sus op Roos. Waarom? Omdat ik je... Leg me oprecht... Waarom? Nou... omdat ik je oprecht nergens heb gezien. En toen... Wacht even hoor. Wanneer was het ook weer? Ik moet even nadenken hoor. 70 seconden lang toevallig? Ja, toevallig wel. Nee, nee. Toen, ik zag toen bij, ik weet niet meer waar het was, maar opeens was er iemand heel snel weg en ik wist waar sowieso één iemand was, volgens mij was dat Hugo. Dus en... Bibi? Goed verhaal. Ja, 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 ik stem op Bibi. Nou! Ik hoor zo ja, ik ga nog steeds weer de kamer. No. Nee, ik stem op Attica. Ja. Ja, we moeten wel op iemand stemmen, want anders gaat het niet de goede kant op dit. Ja, ik... Maar elke keer ja, als ik niet op Hugo maar... stem, is het Hugo. Ja, dan stem je op mij. Ja, stem dan op... Ja. Ja, ik denk, ja, ik zou... Ja, maar dan zijn de stemmen wel heel verdeeld. Dat is... Waar heb je op gestemd, Hugo? Op Attica. En Bibi? Just Cause. Ja, ik toch op Roos. Oké. Okay. Ja, dan moet ik kiezen wie ik eruit ga stemmen, zei ik. Roos, op wie ga je stemmen? Ik heb op Attica gestemd. Oké, okay, dan doen we die er eerst uit. Gaan we daarna zien wie het dan is. Ja. Is you. Oké, okay, dit was blijkbaar niet de goede call. En ik moet nog superveel taken doen. Dus ik ga heel snel rennen. Of is het misschien logischer dat we iemand eruit stemmen? Nee. Discordoverlay.nl Oké, okay, even die wires af. Dan zijn in ieder geval de taken maar klaar. Dan gaan we daarna wel op onderzoek uit. Oké. Okay. Navigation, engine, reactor, security. Ik zie helemaal niemand. Hey, Roos. Hugo. Hugo Roos, Bibi. Bij security. Oh, die zit bij mij. Hoi. Hallo. Zijn we met z'n allen hier? Hoi. Ik heb alles af, toch? Oh, nee, ik moet nog eentje doen. Kom, we gaan er nog eentje doen. Bibi? 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 Wat doe je doen, Bibi? 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 Nee, Bibi is het niet. Toch? Bibi was het wel. Stink Bibi. Oh. Ah, kijk, dat wist ik dus niet, Cookie Noob. Thanks. Wat? Dus het is Roos. Ik zit heel de tijd op camera's, omdat ik klaar ben met mijn taken, dan moet nee, ik dat omdat je iemand gekilled hebt. Nee, ik heb niemand gekilled. Echt wel. Dankjewel. Je kunt nu op mij stemmen, maar dan heb je verloren. Eindelijk, hè? Ja, dan heb ik maar verloren. Oké. Ja, het is echt een beetje mijn, hoe heet het aan het worden? Nee, niet meer. Hugo. Wat zeggen ze? Hugo. Hoe heb je ons zo kunnen laten doodgaan? Oh, Jan, Bibi! Nee, je mag dit nooit vertrouwen.
Oh, maar, ik zag een verhaal op Roos. Ik dacht van, ah, dat zal vast wel kloppen, weet je wel. Nope. Nou. Nee, ik had echt gewoon een lulverhaal en leek je deze ergens op. Ik wist geen eens wat ik aan het vertellen was. Dit is het eerste potje waarbij... Waar ze geloofde me. Dit is het eerste potje waarbij Bidiwi niet de hele tijd zei... Oh, ik vertrouw haar. Oh, ik vertrouw hem. Oh, ja, dus dat was geen vertrouwen. Ja, dat is waar. We wisten gewoon, oh, ja. Wat gewoon kunnen weten. Dit is Bidiwi. Hij moet dat gewoon altijd doen. Ja. Oh, oh ja. Ja. Ja, of nooit. Of nooit, wauw. Wow. We willen helemaal geen positiviteit. Hey Jamila, je ziet eruit als ja. Onandy. Dat is een... Je gaat jongens, proberen. F in de chat is een internetmeme. Ja, ik wil even een leuk hoedje vinden of zo. Ik dacht die dumpsticker, dan denken jullie vast niet dat ik een poster ben. Nou ja, probeer het. Oh, dit staat lief. Nee, dat brilletje was wel lief. Ja, dat staat schattig. Oh, ik ben dokter. Ja. Als we zo meteen in-game zijn, dan zal ik het wel wat verder uitleggen. Ik vertrouw het nooit. Bibi ziet er ook zo uit. Die vertrouw ik ook niet meer. Laat maar. Laat maar. Zo dan. Ja. Kerstverlichting, daar kan je toch niet boos op zijn? Nee. Maar ik ben sowieso nooit boos op je. Ik kom even Attica aanvallen. Ik wil je wel, maar ik ben niet boos. Oké, ik start hem weer. Succes. Doei, succes. Ah, ik zie dat Thomas het al uitgelegd heeft. Inderdaad, het komt uit een spel waarbij je dus op F moest drukken. To pay respects. Omdat diegene dood is gegaan. Okay. Roos ging weer omhoog. Nou, ik ga wel meteen electrical in, want... hey, Attica. Knap hoor. Gewoon die dingen die kunnen connecten. Ja, ik was het niet. Ik was het niet. Ik was gewoon een vriendje. Hey, zitten we hier hoor. Hey, zie ik echt overal. Als je maar bang bent. Als je maar bang bent, Jamila. Bibi. Ja, ik vind toch nog steeds deze het leukst. Ik zeg het elke keer weer. Ik vind dit de leukste taak om te doen. Hey, Rob. Matthijs. Waar is iedereen? Cafeteria, medbay. Cafeteria, medbay, navigation. Ja, ik was in de reactor. Task weer. En Roos kwam ineens vanuit onder aanlopen. Ik dacht, onder? Is daar een taak onder? Nee, maar er is wel een vent. En raad eens even waar die vent naartoe gaat. Naar de bottom reactor. Of hoe dat ook heet, oké? Dus ik loop naar beneden. Ik denk, ligt daar iemand... Ja, daar is Kreatjik dood. Ik heb gestemd. Ik heb ook gestemd. Oh, Jamila? Ja? Ik dacht dat ik had gereport. Bibi ligt in navigation. Oh. Oké, misschien heb jij ook gereport. Nee, ik heb gereport. Okay. Maar goed om te weten dat ze in navigation ligt. Ja. Okay. Heb jij iets gezien dan? Dus en... Die is met de vent gegaan, want ik zag de vent klappen, maar ik zag niet. Oké, maar zullen we de één tegelijk doen? De bovenste vent. Dus die is er bij weapons nu. Ja, nu even Roos. Ja, sorry. Ja, ik was net heel tijd aan het praten, alleen jullie stonden bij mij niet op luidspreker. Oh, oeps. Hoe slim. Nou, je hebt nog een minuut om je te verdedigen. We stemmen op... Oh. Ja, ik heb niks gehoord van wat jullie zeiden, want jullie stonden bij mij... Je hebt gekild volgens Jamila. Ja, want jij kwam onder, in de reactor kwam je van onder vandaan en daar is niks behalve een vent. Dat vind ik heel knap, want ik ben nooit in reactor geweest. Dus ik weet niet wat je dan nu zegt en op mij zitten framen, maar als jij
daar geweest bent. Ik ben daar nooit... Ik ben nooit in Reactor geweest. Ik heb daar geen task. Ik ben daar nooit geweest. Je klinkt alsof je jezelf niet eens gelooft. Ja. Ja, kijk, voor mij is het meer... Ik durf niet meer tegen Jamila in te gaan op dit moment. Nee, je weet er niet. Dan ben je dood. Ja, nee, dan word ik natuurlijk verbannen. Dat... Nee, dus voor... stel vooral waar je goed bij voelt. Ja, nou, dat leg ik je net uit. Ja, ik ben het niet. Dus nu heb je weer een crewmate uitgestemd. Gewoon succes, maar... vote Roos of gewoon vote whatever Jamila stemt. Or die. Ja. Oké, jongens. ik weet niet of dit een hele slimme zet was. Aan de andere kant... Ja, we zijn goed op weg, volgens mij. Hey. Wat is dit? Oh, serieus? Nee, waarom heb ik deze nog nooit hoeven doen? Nice. Awesome. Oké, nog één taak. En die is in Reactor. Is iedereen hier? Ja, oké. Loop met ze mee. Ik ga niet weer... zus zijn. Electrical, zwart en oranje. Oké, als één van de twee dood is, dan is het de ander. Zwart en oranje. Ga kijken. Ik zag zwart. Oh, ik heb niet goed gekeken, sukkel. Ik zat in mijn ooghoek te kijken naar die andere. Oh, oranje leeft ook nog. Oké, ik hoef niet druk te maken. Oké, alle taken klaar. Done. Oké. Zwart en oranje leven allebei nog. Dat is een goed teken. Attica. Iedereen is hier. Klopt dat? Is er iemand dood? Oké, ik ga eens even kijken. Hé, hey, hier is snel. Hop. Admin Sword Shields. Kijk, we zijn nu met z'n tweeën. Daar zijn ze met z'n tweeën. Daar is iemand alleen. Oeh, dat was Electrical Mad B. Oké, even kijken wie dat was. Waar? Jamila lag bij... wacht hè. Niet ergens in eigenlijk. Eigenlijk bij een gang van... Gang van... Zaken. Ja, gang van communications, maar volgens mij is het dus Rob. Want Rob kwam van die richting gewandeld en daar naar Jamila. Ik heb Rob op camps ook de hele tijd met Jamila zien lopen. Dus, ik liep al, ik liep al ver lang niet met Jamila. Ik kwam van admin ik had van electrical light gaan fixen en dan heb ik jou gezien wandelen. Ja, ik was onderweg naar electrical. Ik kwam jou tegen. Rick, waar was jij dan? Want volgens mij zag ik jou ook aan die kant. Is het Rob of Rob? Ja. Klopt, ik was aan het kijken, ik stond in het admin. Ik was aan het kijken waar iedereen was. En ik zag. Ik denk dat Rick wel safe is, want ik zag iemand bij admin. Ja, dat was ik. Ik stond bij jou. Ik zag iemand venten, ja. Maar van Mad B naar Electrical, volgens mij. Maar ja, dat heeft niks te maken met deze kill, denk ik. Maar dat is wel wat ik zag. Ja, oké. Nou, zijn er nog twee in post. Als je van communications kwam... Ja. Waarom heb je dan niet die body gereport? Want de body lag vlak als je naar de light ging fixen, daar lag Jamila. Als je op die weg was... Maar je zegt, ze zegt net, ze lag bij Koms. In de gang. Ja, ze lag bij Koms in de gang. Ja, maar je bent toch langs communications gegaan? Je kwam uit die gang van communications en je hebt dat niet gereport. Maar je komt van admin. Van admin kan je dat nog niet zien. VW, toen was deze body gereport toen het licht uit was of niet? Nee, daarna. Kijk, ik had net de lights gefixt. Oh ja, ik had net de lights gefixt en ik ga naar communications. Ja, want ik zag je al naar links lopen toen het licht uit was. Toen zag ik jou. De lichten gingen uit. Ik kwam van admin naar de electrical. Ik kwam Faber vanaf, toen was het gefixt. En toen liep zij blijkbaar richting kom. Dus heeft ze een body gezien. Oké, we hebben nog 10 seconden. Wat gaan we doen? Ik zit te twijfelen tussen Rick of Rob, maar... Ja, ik ga voor Rob, denk ik. Oké. Nou, oké. Ik vond het een worthy try. Ik vond het nog best goed.
Ik had je geloofd, hoor, Rob. Well played, guys. Well played. Yeah. Yeah, nice. Ik had toch gelijk op jou. Hey, mensen vragen bij mij in de chat of we ook nog in een andere map gaan spelen vanavond. Willen jullie dat? Oh, ja, hoor. Oh my god, Jamila wil heel graag. Kunnen we alsjeblieft, maar kunnen we... Er is nog een soort van derde map. Die heb ik bijna nooit gespeeld. Oh, nee, die hebben we vorige week. Die hebben we vorige week hebben we die gedaan. Maar na één potje was het dan toch niet helemaal. En toen zijn we alweer Polis gaan doen eigenlijk. Oh, ik vind hem wel leuk. Die andere grote map vind ik verschrikkelijk. Die Polis? So die is echt verschrikkelijk. Oké, dus we blijven gewoon even in de skills voor vandaag. Oh, oké. Ja, nou. Maar mij maakt niet uit. Ik vind het allemaal prima. Ja, maar is die andere zo verschrikkelijk? Ik stem voor Mira, ik sta hier. Mira? Ja, Mira, blijkbaar. Heet het blijkbaar. Hier is Polis. Ik stem voor Polis. En Skelt is in het midden. Skelt is in het midden. Mij maakt het niet heel erg veel uit, eigenlijk. Nee, mij maakt het niet uit. Waar is Mira? Nou, ik heb een woord gemaakt. Weet je wat we doen? We doen een potje Mira en we doen een potje Polis. Ja. Oh, prima. Beginnen we met Mira. Goed? Ja. Oké, dan ga ik... Surferhoppen. We gaan surferhoppen. Oké, ik maak er even eentje aan. Voor Myra HQ. En ik zal even de code delen. Ik zal even surferhop muziek opzetten. Nice. Een mooi moment. Woo! Allemaal te downloaden op display discordoverlay.nl. Sowieso, discordoverlay.nl. Kan je Rob's muziek downloaden. Ja, en had het een goede imitatie. Ja, hij doet het inmiddels. Ik zal even het certificaat aanvragen. Een hoge kwaliteit dit. En dan opnemen in GarageBand, hè? Dan kan je er ook nog een beat onder doen. Wauw, GarageBand. Oh, wauw. Ja, kan best hoor. Dat heb je toch? Nog nooit Myra hebben gespeeld, bereid je alvast voor. Als ik op GarageBand me ga uitleveren, wordt het altijd herrie. Hey, disconnected. Wat is dit nou? Ik heb niet. Oh, om je het gewoon nog te proberen. Ja. We willen je niet meer. Oh, doe eens aardig. Oh, sorry, hij is er alweer. Sorry, dat was ik niet. Rob, niks. Ik was het niet. Ik vind je wel leuk, hoor. Zo in het groene pakje trouwens. Ik zie je pakje weer niet, je bent naakt. Ja, vind ik ook leuk. Oh. Maar dat doe ik speciaal voor jou. Oh, Rick. Oeh, Rick. Er mist er één iemand. Jij bent toch zo'n Duitse... Ik ben zo'n... Heet jij nu hooi? Je denkt dat het was? Was? Oh, oké. Du sagst einmal, ich bin ein Deutscher. Ah, es ist einfach, ja. Ja. Ich will auch sagen in Deutsch, aber das kann ich nicht machen auf meinem Stream. Nein. Nein. Das ist nicht... nicht maar Rob is echt zo'n uitbinder. Ja. Die goed is met schapen. Ik ben gewoon vriendelijk. Iedereen die langs me loopt, die... Hoi. 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 Dood. Hoi. Dood. Hoi. 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 Oh my lord, is hoi. Nou, heel veel sterk. Ik ga trouwens wel de taak even wat omlaag zetten. Jimmy, niemand. Niemand is hoi. Want we zijn allemaal nog niet zo heel handig in deze map. Ik heb wel een... Cool. Ja, ik heb hem ook pas twee keer gedaan. Het wordt leuk als ik de poster ben op deze map. Welke map is dit? Dit is Myra. Oh. En ik heb de map heb ik in de Discord staan. Dus dan kan je zien waar je heen kan. Let op, je kan als imposter van vent naar vent naar vent naar vent. En zo kan je de hele map over. Dus let er vooral op dat er iemand lang afwezig is. Ja. Denk ik. Matthijs, waar ben je? Matthijs staat hier. Rob, waar ben je? Matthijs staat verder lang afwezig. Oh, zijn jullie naar een andere kamer gegaan? Want hij zegt, dit gebeurt me nooit meer. Let's go. Let's go. Succes. Let's go. Waar ben ik überhaupt? Oh ja, loungepad hier. Oké, ik was alweer helemaal de weg kwijt. Dat is maar goed dat ik geen imposter ben. Dat was niet goed gegaan. Let's go. Ja. Hey, volgens mij is er weer iemand gevolgd. Thanks voor de follow. Ik weet dat ik dat niet de hele tijd zeg, maar ja, ik doe in mijn hoofd echt alles tegelijk.
Ja, nog één. Oh, mag ik naar binnen? Thanks. Arme Febe. Nou ja. Oh, Roos ook. Oh, Roos. Roos en Phoebe. Roos en Phoebe. It is a double kill, I guess. It's a double kill, Roos en Phoebe. Ik kan één ding zeggen, het is geen double kill, want Phoebe lag alleen in ons. Phoebe ook, echt meteen. Oh, yes. Ja, oké. Okay. Maar ja, het kan wel gewoon kunnen dat de ander natuurlijk helemaal ergens anders lag dan. Maar dan zal het inderdaad geen double kill zijn. Ja. Even kijken, waar lag Phoebe, zei je? Office. Of is daar waar ik aan het en waar je ik zit ook even te kijken. Is daar een vent in de buurt? Ja, je kan nu wel vent zien die vierkantjes. Dus daar is Roos toevallig ook nog ergens gevonden of die hebben we niet gezien? Weet ik niet. Nee, ik heb er niet gezien. Of ik heb er ook niet gezien. Ik was eigenlijk heel veel beneden in storage en cafeteria. En Jamila heb ik daar gezien. Oh, heb ik daar gezien. Ja, ik was in balcony, zo'n raar ding. Ja, klopt. Jamila was daar ook de hele boven tijd. Of bij de download. Maris, wat voor taak had jij in storage? Nou, ik had storage wiring. Dat zit aan de buitenkant. Maar ik dacht dat ik in storage ook nog wat had. Dus ik stond daar een beetje te falen. Maar ik had daar niks. Oké. Very sad. Well, ik denk precies hetzelfde. Oh, echt waar? Ja. Had je ook wiring aan de buitenkant of niet? Ja, ik was daar buiten bezig. Ah. Oké, okay. Nou, ik denk dat Jamila wel safe is dan. Of ik bedoel, Hoi. Ja, ik denk Crea ook wel. Omdat ik daar haar daar veel heb gezien. En ik heb Hugo daar ook gezien, maar Hugo Rijn? Een beetje... Ja, Hugo, ja. Hugo ja, was eigenlijk alleen maar in cafeteria. Ja. We zijn chillen, lekker gewoon, lekker... Ja, een beetje testen aan het uitvogelen. Oké, okay, nou, ik heb dus geen idee. Als iemand een idee heeft, dan hoor ik het wel. Nee. Ja, ik heb gewoon niet. Is iemand naar Bitcam? Ja... Oh, nee, ik weet het niet. Hugo had met Basecamp. Toch? Wat had ik? Je had met Basecamp. Oh. Nee. Ik dacht dat ik zat zo'n test aan de instort. Ik dacht dat ik via met binnen. Oh ja, dat is waar. Je liep er overheen. Ja. Wie heet het trouwens? Ik ben de laboratory door die lange gang. Wil er iemand met me meegaan? Ja, is goed. Okay, tuurlijk. Nice. Tuurlijk. Ben je de imposter? Want in dat geval nee, dank je. Gaan er toch twee man mee? Kom maar, ik ga wel mee. Tuurlijk wil ik dat. Want ik moet zelf daar ook nog een taak doen, dus dat, maar dat weet zij niet. Oeh! Zal ik eens een gokje doen? Ik heb het vermoeden dat het Jamila en Creatic zijn. Dat is wat ik denk. Dat is wat ik denk. Kijk, we zijn nu allemaal hier, dus dat scheelt. We zijn nu met te veel om te killen. Maar ze blijven wel angstvallig bij elkaar. Dus ik weet het niet. Kijk, dit gaat natuurlijk fout. Oh, Bibi. Bibi, help. Bibi, kom met me mee. Nee, oef. Heb ik alles aan? Ja, ik heb al mijn taak zag. Woehoe. Iedereen is hier. Hey, Office? Greenhouse? Laboratory? Wie ging er zo snel? Oké, wacht. Kak. Oké. Kom, alsjeblieft. Kom hier iemand vandaan. Matthijs? Is it you? Is it Matthijs? Thank you.
Oké, dan gaan we weer met z'n allen terug. Kijk, zo kunnen we het wel winnen, denk ik. Als we allemaal de hele tijd met z'n allen blijven. Oké. Hey! Wie? Ah, wat gebeurde daar? Oké, ik denk... Dat was een hele stukje kill. Dat was een hele mooie. Maar heeft iemand gezien wie het echt was? Want ik heb alleen maar een vermoeden. Ik zou hem bijna willen maken, zo mooi was hij. Maar ik was het niet. Ja. Ik stond helemaal erachteraan, want ik was juist bang voor de stack kill. Dus ik kan het niet geweest zijn. Rob die stond er ook een beetje echt achteraan staan. Ik stond. We stonden met z'n vijf op een stack. Ja. Nou, deze kill was de Bibi niet, maar er is wel iemand anders dood. Jamila stond erachter, dat heb ik gezien. Maar de rest stond er echt op elkaar. Ja, lastig. Het is echt lastig. Ik denk dat Jamila trouwens ook met alleen Hoi. Bibi denk ik ook. Ik vertrouw alleen Hoi. Ja, ik vertrouw Hoi ook alleen. Nou, Bibi vertrouw ik ook wel. Ik ben echt vaak met Bibi geweest. Ja. Ja, de enige van die ik niet, of nee, niet vertrouw, waar ik mijn twijfels bij heb, dat is of Matthijs of Hugo. En dat komt, en dat zal ik uitleggen. Ik zat in admin te kijken, op waar iedereen zat. En toen zag ik iemand wenten van office naar laboratory. Dus ik dacht, ja, weet je, de eerste die daar tegen... Dat is de imposter waarschijnlijk. Nou, dat was Matthijs. Maar ja, daarna was Hugo ook ineens bij Reactor toen Reactor afging. Ik weet niet hoe die daar is gekomen. Ja, ik ging gewoon via de ingang. Of, ja, maar we gingen met z'n allen door die gang. En volgens mij heb ik je toen niet gezien. Nee, ik heb Hugo ook niet gezien. Nee, er waren volgens mij drie mensen door de gang. En toen kwamen er twee mensen bij. Dat was Hugo en Matthijs. En kreeg je eigenlijk best zus, omdat jullie ineens mij allebei gingen... Kan ik net buiten. Ja, oké. Okay, nou, daarvoor stem ik op Matthijs, want Kria is dood. Ja. Ik heb het dan nou weer gemaakt. Het is of Matthijs of Hugo. Oh. Ik was gewoon mijn dingetjes aan het doen. Okay, ik kom uit office en ik zie hun samenlopen, wiggelen. Ik dacht, ik wiggle ook mee. En ze volgen me de hele tijd. Matthijs ook echt pretty sus klinken, eerlijk gezegd. Ja, same eigenlijk. Ik heb hier niks gedaan. Er zijn er twee. En anders is het Hugo. Ja. Met zijn haarband. Het is wel mooier dan die tovenaarshoeten. Fair enough. Ja, nou ja, ik kan iedereen gewoon in de gaten houden, want ik heb niks meer te doen. Al mijn taken zijn af. En we hebben nog maar één taartje, kom op. Wie doet even dat laatste taartje? Of zitten we te wachten tot... Are you serious? Gaan we nu echt helemaal hierin doen? Yeah. Lekker bezig, Hugo. Yeah. Wie was het nou? Ik heb helemaal niks gedaan. Ik heb één deel gemaakt. Oh. Ja, ik weet niet zoveel ik heb gemaakt. Ik had er best wel gemaakt, volgens mij. Ja, je had er 2 of 3 gemaakt. Dan de rest, hey, ik was er maar één op gemaakt. Wie nou die... Ja, ik was die stack kill, dat was ik. Ja, Matthijs van Hugo. Wil ik het vragen? Ja. Ik liep zo in bovenin, bijna die tunnel zo. Liep ik zo helemaal rond en ik zo omhoog. Oh, Matthijs denk ik wel dat safe is. Matthijs denk ik wel dat safe is. Matthijs killt me. Ja, dood. Hey Hugo. Hey. Hoe was het om in deze map imposter te zijn? Want ik ben er nog nooit geweest hierin. Is dat leuk? Ja, ik stond letterlijk in admin en ik zag dat Rick op die tafel kijken. Dus ik dacht van, oh, ik moet gewoon echt mezelf laten zien. Dus ik reactor af, gewoon naar reactor gevent. En ik dacht dat het totaal niet obvious was, maar blijkt er wel. Ja. ik wist vooral dat jij het was en Matthijs. En dat kwam vooral omdat wij uiteindelijk allemaal boven bij Greenhouse en Office en admin waren. En jullie twee waren er de hele tijd niet. Waarschijnlijk heel de tijd in de vent, maar... Nee, ik weet niet, wij liepen gewoon samen bij die deur. Ja.
Het is wel moeilijk deze map, denk ik. Om ja, gewoon... maar je kan letterlijk overal naartoe venten gewoon. Ja, I know. Je kan echt maar je moet dus wel opletten waar je vandaan komt. Ik had sowieso zo horen klikken, maar als hij dat gaat gebruiken, kan ik nog zeggen, het was voor mediers. Ja. Er is trouwens ook een computer waarin je dus kunt zien wie er langs welke sensors lopen. Dus in die gang, die kruisgang. Dus bij de reactor, ik wist dat iedereen omhoog is gelopen. Dus ik zat te wachten totdat mensen naar de southeast corner gingen. Ik heb alleen Rick er langs die lopen en toen hadden we al gewonnen. Maar dat was een beetje mijn strategie op het eind. Nou, handig. Nou, is dat een computer in communications? Want daar heb je een soort van log. Ja, ja het is een communicatie. Ja, die log. Ja, ja toch? Ja, daar kan je alles volgens mij. De rest heb ik gefamd. Mensen vragen of ik al een keer imposter ben geweest met Jamila. Nog steeds niet! En ook niet met Rick. Het is gewoon knap. Nee. Ik weet niet hoe hoog die kans is. Nooit? Nog nooit! Daar gaat je bij. We spelen al 70 uur. Oh ja. Ik zorg toch? Ja. Dat moet je niet te hard op zeggen. Want nu gaat het lukken. Willen jullie nog een keer deze? We hebben dat al 3 keer naar de polis. Nee, ik kan deze nog wel een keer doen. Ja? Jullie ook? Maakt mij niet uit. Ja, ik vind het goed. Oké, nou dan start ik hem nog een keer. Doen we nog een keer Myra. Met andere woorden, Maris wil dat liever niet, maar... Nee, maar maakt het niet uit. Ik vind alles prima. Succes! Succes! Oké. Hey, ik heb wel een paar keer. Serieus, is het dit? Deze duurt lang. Waarschijnlijk is hij meteen gedemonetized. Ja, dat zit er dik in, ja. Vaak is dat wel. Oké, okay. Ik zag Febe. Ik dacht dat ik hem als laatste weggelopen en Rick ligt daar dood. Ja, ik zag Febe daar ook weggelopen, dus ik dacht ik ga even terug. Ik liep trouwens gelijk met Jamila die kant op volgen. Febe, what do you have to say for yourself? Wat denken jullie? Febe? Oh my god, wacht, ik had mijn geluid stond niet aan. Wat was er? Ja. Ah, ja. Ja, nee, echt waar. Uh-huh. Mijn geluid niet aan. Voor mij is dit heel duidelijk. Maar ik laat het aan jullie over, of jullie mij geloven. Ik weet niet of je mist. Nou, ik wil even het zo vertellen. Ik liep weg en ik zag Febe. Wacht maar. Ik kwam samen met Febe aanlopen. Zeg maar. Ik kwam vanuit onder en Febe ook. En ik zo, we reporten daar. Ik weet niet wie er op de reportknop heeft geklikt, maar Hugo. Ja, ik wou zeggen Rick, maar Hugo. Oké. Maar eventjes om, we focussen even op Rick's kill. Ik kan het. Febe en Rick liet ik daar samen achter, helemaal in het begin. Dus ik liep naar rechts. Ik dacht, oké, ik ga zo naar mijn wiring-taak weer even teruglopen. Om te kijken, want ik zag Febe dus langslopen. Ik dacht, oké, ik ga even kijken bij Rick. En sure enough, hij is dood. Maar ik zag wel Matthijs daar gewoon op de body staan. Dus dat vond ik dan even raar. Maar op zich, Matthijs' verhaal klopt wel. Want ik heb wel Febe en Rick het laatst samen gezien. Ik was echt een heel erg ook kijken wie er weg. Ik heb Rob met basecam zien doen. Maar waarom heb je hem niet gereport? Want dan weet je eigenlijk... Dat Matthijs clear is. Volgens mij heeft Matthijs mij gekillt. Bibi. Ja, dat ben ik. Waar heb jij op gestemd? De stinkmerch, wat een goeie. Ik, hè? Op, ja? De stinkmerch, ja. Wat een goeie. Maar hier is niet zo rijdt. Wie vertrouw jij op dit moment? Ja. Je bent verbazend stil. Nee, maar het andere idee is dat Matthijs Febe langs zag lopen en hij wil Febe framen. Dus ja, dat zou kunnen. Ik skip hem voor nu. Okay. Sorry, Febe. Voor mij zit Febe. Maar ik heb ook een kleine gezien die hele map door kan venten. Doei, Febe. Ik heb sowieso nog niemand echt gezien. Goodbye, Febe. Oh, kijk, ons allemaal dood zijn hier. Oh. Ik ga wel snel mijn taakjes afronden. Dan kunnen we eens even rond gaan kijken.
Kunnen we eens even kijken. Want ik heb zo'n vermoeden dat het Jamila is. Want waar is ze nu? Die was echt snel weg. Schattig. Het is wel een beetje waar. Het is wel een beetje waar. Dat dit spel, als je elke keer niet wordt geloofd, dan gaat het wel een keer frustrerend worden. Kijk, mij maakt het niet uit. Want niemand gelooft mij in het echte leven ook. Dus dat maakt niet zo heel veel verschil. Maar dat kan wel voorstellen dat je hier flinke ruzie om kan krijgen. Als je dit met je familie speelt en je hebt niet zo'n goede band. En je framet iemand. Oh, dat kan. Oh jee. Yeah. Oh, ik hoefde hier niet te wachten. Vandaar dat iemand zei. Die moet niet zo. Waar? Ah, ik heb blijkbaar toch niet gelijk. Oh, sorry, ik stond nog niet. Nee, is niet erg. Wacht even, nee, pak even die map, want ik... Nee, wacht even. 1 seconde. Even kijken hoor. Sorry, het is laat. Office. Is dat waar was? Was ik in office? Ik denk dat ik in office was. Ja. Ik stem op Bibi. Nou. Nee. Oké. Okay. Ja. En daar vond je. Ik heb geen idee waar dat is. Nou, het was dat sowieso. Nee, hè? Oh, oké. Okay. Ja, ik was met Attica en Bibi de hele tijd in Reactor nog nadat het alarm afging. Ik liet Attica en Bibi achter, maar toen dacht ik, ga toch even checken of ze niet toevallig dood zijn. En toen ben ik met ze meegelopen weer door die decontamination. Ik ben toen in MedBay een scan gaan doen. Of niet een scan, maar wat zit daar? Wiring. En ben ik in MedBay gaan doen. En toen ben ik Bibi kwijtgeraakt. En nu is er een kill. Ja, maar dat kwam omdat ik toen, zeg maar... Ja, naar boven liep. Ja, dat zou kunnen hoor. Ja, voor de greenhouse ging ik een taak. Matthijs. Ja? Jij was al in Reactor toen dat ding afging? Ja, ik was in Labs de juiste steenloos aan het doen. Oké, okay, dus dan houden we dus Roos over. Die heb ik ook niet echt gezien. Ik heb gewoon... Yes, ik ben klaar met mijn taken. En is het denk je tijdens de lichten gebeurd? Want ik heb heel de tijd op admin gezeten. En ik heb heel de tijd toen drie mensen bij elkaar gezien. Vervolgens... Ja, ik naar Reactor als enige. Ik kwam wel naar Reactor. Oh, je was wel bij Reactor. Oh. Ja. Ja, ze stond in de sluis die wij allemaal hadden gefixt. Hey, op wie gaan jullie nu stemmen dan? Want ik heb het idee dat we wel even moeten gaan stemmen. Ja. Eerlijk, ik denk Roos en Bibi. Ja, ik denk sowieso. Ook ik. Ja, maar dan had Bibi op zich ook wel Attica kunnen killen net bovenin bij Reactor. Want ik was echt weggegaan, dus waarom zou ze Attica dan niet hebben gekild? Dus ik denk Roos. Ik stem op Roos. Maar dat is... Ja. Oh, meer omdat ik haar het minst heb gezien. Sorry, Roos. Ja. Zo, kunnen we even rustig kletsen. Hé, dat is wel een goed idee, hè? Die stinkmerch, dat hebben jullie leuk bedacht. Stinkmerch.store, nee, die store-domeinen die zijn best wel duur. Ik heb wel Rick.games geregistreerd. Kijk, wat kost zo'n store-domein? Ik heb die namelijk wel een keer voor een klant gekocht, maar volgens mij heeft prijs. Stinkmerch.store. Ja, €59, man. Dat ga je echt niet doen. Dat is echt too much. Maar stinkmerch.com? Die is van mij. Kijk, iedereen staat hier gewoon stil. Waarschijnlijk is iedereen gewoon aan het niksen. Hoi, hoi, hoi. Hoi.
Wil je lekker snoep? Gaan we lekker snoep eten? Attica? Ja? Waar ben jij? Ik ga even kijken hoor. Ik was bij de ik kan niet uitspreken. Daar bij Reactor. Ja, dat. En wat ging je daar doen? Mijn laatste taak. Ik ben nu klaar. Want Bibi en Matthijs en ik zijn de hele tijd met elkaar gebleven. Met z'n drieën. Ja. Niemand heeft ons van de drie of zo... We zijn ook af en toe eens met z'n tweetjes geweest. Dan ging er niemand dood. Ja. Maar ik ging nog mijn laatste taak afmaken. En waarom heb je die net niet gedaan dan, toen je al in Reactor was? Hoe bedoel je? Nee, ik had een taak afgemaakt en toen dacht ik dat ik klaar was, maar toen kwam er nog één daar. Ah, oké. Okay. Ja, ik stond met jou net ergens en ik had jou makkelijk kunnen killen, maar jij was bezig met een taak, dus je had het waarschijnlijk niet gezien. Nee, maar dat is voor Matthijs en voor Bibi net zo, dus I'm confused. Dan maak je ook down is nog steeds een ding. Ja, maar ik denk niet dat een van hun iemand zou killen, toch? Als jullie met z'n drieën zouden zijn. Nee, maar ik was ook met Bibi alleen. Het is maar heel makkelijk om iemand te killen en anders zwaar voor de bus te gooien. Dat is heel makkelijk. Ja, ja. Ja, ik denk op zich ook Matthijs wel safe. Ik vind dat meer omdat Matthijs ook op MNT zit. Een momentje hoor, ik krijg even een werkdingetje. Ja. Oké, al was ik het geweest dat ik een van de twee gekillen heb. Hoeveel taken moeten jullie nog? Want ik heb al mijn taken af. Ik ben klaar. Ik ben nu ook klaar. Dus een spook is nog niet klaar. Daar ik even rond te lopen. Ja, nee, maar, als ik het was geweest... ik zou zeggen, laten we gewoon bij elkaar blijven dan. En laten we de spookjes de taken afmaken. En dan is dat het meest verstandig? Ja. Oké. Denk eens. Bibi? Ja. Bibi vertrouw ik deels ook nog steeds niet. Ik vertrouw niemand in dit spel. Nee, ik vertrouw alleen jou. Oh jee, that's a first. Hoe kan dit, jongens? Hoe kunnen we nou nog steeds niet alle taken gedaan hebben? Wie zit er te niksen? Iemand zit te niksen. Dat kan toch niet anders? Hé, gaan we snoep? Wil je snoep? Hé, heb je zin in snoep? Kijk hier. Hier. Oké, kom, we gaan mee. Kijk, ze zijn gewoon allemaal... Waarom... Wie heeft er nog een taak? Ik niet, toch? Stinkerboek. Spannend. Ja. Spookjes! Doei! Attica stond stil toen de reactor afging, volgens mij. Wat zeg jij? Volgens mij stond Attica stil toen de reactor afging. Ik stond inderdaad stil, maar je kan toch niet veel doen? Je kan blijven bewegen, anders krijg je dit soort dingen. Zullen we gewoon gaan gokken? Ja, dat is Ja. Er zit sowieso nog... Het is wel echt de hele tijd om mij, hè? Er zit zus op Attica. Ja, ik denk dat we met Roos wel goed zaten net, toen we haar eruit hebben gestemd. Ik denk dat er sowieso nog maar één imposter is. Het moet wel, want anders... Oh ja, want anders hadden ze al gewonnen. Ja, dus ik denk Attica of Bibi, één van twee. Laten Roos zeggen... Roos is sowieso goed. Ik zeg Attica, want die is deel te reacten. Ja, je mag op mij stemmen, ik ben het niet. Nou ja, dan is het Bibi. Ja, of is het uiteindelijk gewoon Matthijs? En ben ik er gewoon echt helemaal volledig over geschreven? Bij elkaar vandaan blijven. Maar dan krijg je een applaus van me als jij het bent. Oh! Ja, kijk, en nu is het logisch natuurlijk. Dan moet het Matthijs al zijn, toch? Gelijk mij. Ik vind het knap, hoor. Hij heeft het lang volgehouden. Bizar. En dan is Kretschik is bang voor Bibi. Zo mooi. Ja hoor. Wow. Als jij dat vertrouwt, dan gaat er iets niet goed. Dat is al zus. Oh, je bent echt wel moeilijk. Ik ken deze map ook te slecht ervoor.
Nee, weet je wat het is? In het begin hebben we Febe eruit gestemd. En ik zei, ja, dat... het is tussen Febe en Matthijs. Maar iedereen ging zo snel op Febe. Maar daarna waren er gewoon nog twee imposters. Dus daarna is het toch automatisch Matthijs. Ja, oh ja, klinkt logisch. Nou, ik had een brain fart hoor. Maar ja, Matthijs, well played. Nice. Nee, ja, ze hebben me erin laten denken. Sorry Attica dat ik je eruit heb gestemd. Maar iedereen zei in het begin van, oh, dus Febe, want die kwam van die body af. Die kwam... Maar ik killde Hugo recht voor Febe. Dus ik vond het echt super fijn dat jullie allemaal zeiden van, ja, het is Febe. Dus ik dacht, oké, het is Febe. Ik zei zo van, want ik stond zeg maar zo in admin, ik killde Hugo en toen dacht ik loop eruit. Maar toen kwam Febe aanlopen. Toen werd het gekald met anderen en toen was het zo van, het is Febe. Ik was van, oké, het is Febe. Oh, nou, ik vind deze map lastig. Gaan we nog een rondje Polis doen? Ja. Ja, doe maar, want ik ga daarna stoppen. Dat wilde ik net zeggen, dat is voor mij dan ook mijn laatste potje. Nou, dus doen we nog één potje Polis. Even een Polis. Yes. Even een Polisje. Issue. Oké, ik deel de code weer in de dinges. Nou, sorry dat ik zo'n slechte Sherlock was. Polis. Okay. Als Jamila meedoet, dan is mijn Sherlock brein niet meer nodig, want dan doet Jamila toch al het werk. Dus dan denk ik, I told you, I gave you all the info. Ja, I'm sorry, ik zat ook weer eens niet te luisteren zoals gewoonlijk. Knap. Oh. En ik maar wachten. Oh, wacht, kijk. Het duurde echt lang, dit potje. Jullie zaten waarschijnlijk altijd... Nee, hoezo zo dom? Nee! Oh, ik had het nadat jullie Febe eruit hadden gestemd, had ik het al opgegeven. Toen dacht ik, oké, laat maar. Matthijs staat letterlijk op mijn lichaam. Ik heb Febe helemaal niet eens gezien. Oh, dat was ook zo! Dat was dit potje! Ja, dat is heel. Hoe kan ik zo dom zijn? En ik vraag mensen in mijn chat, hè. Ik zeg, wie denken jullie dat het is? Iedereen Attica! Volledig! Iedereen massaal Attica! Dus ik denk, oké, we gaan ervoor. Dus ik zei nog, nou, jullie hadden het ook niet goed. Dat zal dan denk ik toch wel Bibi zijn, maar het was gewoon... Nou, netjes gedaan dus. Iedereen zegt mijn naam altijd. Iedereen zegt dat ik het ben. Ja, waarom? Ze misgunnen je het gewoon. Trouwens, kan je even je naam uitspreken? Ja, hij wel gecheckt. Jij. Ik? Ja. Voor? Voor mij. Attica, hoezo? Ja, zie je. Zie je? Ja, je zegt het goed, Jamila. Al echt vanaf het begin. Het is Attica. Zeg maar, is dat anders dan? Ik heb het geen net gevraagd. Bier Atte. Nou, bedankt. Matthijs moet gaan. Oh, heeft hij het zo goed gedaan. Nog één potje, Matthijs. Oh, mijn laatste potje. En het is ook Jamila en geen Jamila. Oh, hij moet de trein halen. Oké, dat is wel belangrijker dan nog één potje. Oké, dan zijn we met 9 in Polis. Doei, Matthijs. Bye. Thanks for killing me. Why not killing me? Blablabla, hoor ik. Bye. Dat was Matthijs. Oké, zal ik hem starten of wil je Matthijs nog even uitlaten, Rob? Wat? Wil je Matthijs nog even naar buiten laten of Rut is zichzelf? Nee, ik moet hem even. Ik moet even. I have to be the good host. Ja, heel precies. Goed. Dus daarom zeg ik, dan wacht ik nog even met starten. Ja, yes. Heel goed. Oké. Hey, maar Jamila, ik had net aan Attica gevraagd. Want spreek je het nou uit als Attica of als Attica? Maar ze hoorden geen verschil. Het is Attica. Oké. Ja, je zegt het echt vanaf het begin goed. Dus dankjewel. Thank you. Oké. Nee, maar goed dat je het wel hebt gevraagd. Ik noem je voortaan wit. Ik zag wit wegrennen, mensen. Het is Afrika. Ik zag iemand in de chat zei, wie is Afrika? Oh, Afrika. Ook leuk. Oh ja, namen zijn altijd lastig. Iedereen dus Akita, zoals Jamila ooit zei. Ja, bij Bibi gaat het wel goed, denk ik. Ik denk dat niemand jou Bibi noemt of zo. Nou, maar verder niemand. Wie doet dat? Ja, een leraar van mij. Echt? Dat deed het één keer, deed hij dat per ongeluk. Die noemde je Bibi? Nee, toen is het... Ja. Dat klinkt als Bieber. Ja. Nou, wil je weten hoe mensen mij heel vaak noemen? Maurice. Alsof ik een man ben. Ik ben toch geen man? Maar ik krijg zo vaak berichtjes. Hey Maurice. En dan denk ik, hoe kom je erop dat ik Maurice zou heten? Maar ik heb gewoon geen naam meer. Ik ben vanaf nu gewoon Crea-chick. Dus dat is gewoon prima. Dat gaat op zich wel oké. Dat is makkelijker, ja.
Ja, dat gaat gewoon goed. Maar het is Mariska. Voor iedereen die het nog steeds niet weet en die niet meer durft te vragen. Oh, ik dacht dat je ook Maurice heet. No. De helft van je kijkers gaan weg. Ja, oh, sorry. Ik dacht ook dat je Maurice heet. Nee, ik zie nog niks in de chat. Ja, weet je hoe mensen mij altijd noemen? Ik heet Hugo, maar ze noemen hem altijd de broer van Bibi. Oh! Ik noem je ook heel vaak de broer van Bibi als ik je voorstel. Oh, dat is echt leuk. Ja, ik noem je Hugo. Ik ben ook de broer van Bibi uiteindelijk. Ja, dat is ook zo. Maar ik snap je punt. Dat is hetzelfde als dat ze mij de vrouw van Kreerik zouden gaan noemen. Dan word ik ook. Rick wordt overigens wel zo genoemd. De vrouw van Kreia. Ja, de vrouw van Kreia. Dus waarschijnlijk ga je nu eerder start in de chat lezen dan de Maurice. Ja, dat denk ik ook, ja. Ik zie alleen maar bruh. Hugo, bruh. Sorry. Ja, sorry. Start! Oh, hoi Maurice. Start. Ja, nee, die was expres schrijven. Hoi start. Maurice. Oh, ik had het niet moeten zeggen. Nee, hoi Maurice. Rick is stil. Ja, Rick is in slaap gevallen, denk ik. Rob, het is een beetje lastig om haar te laten luisteren. Oh, wat? Hadden jullie tegen mij? Ja. Oh, wat? Dat bedoel ik. Of je alsjeblieft de game wil starten. In mijn bio staat inderdaad de man van Kreetje. Ah, ja, hoi. Dat doe ik heel vaak. Daarom klaag ik er ook niet over. Ik val ook echt niet veel op. Nee. Sorry, het was gewoon dat je er bent. Ik wist niet meer waar we op aan het wachten waren. Oké, sorry. Bye. Oh, moeten we hier doen alsof we sleutels hebben? Ja. Het is natuurlijk een grapje, hè? Maar dat zijn. Ik denk dat de enige die dat misschien snapt is Jamila. Want die kijkt heel veel van dit soort streams. En. Daar komt dat vandaan. Oké. Roos. Ik hoor trouwens, heel ver op de achtergrond hoor ik Maris zingen. Dus dat kan er of een goed teken zijn, of niet. Maar we gaan in ieder geval eventjes richting vitals. Dan kunnen we eens eventjes kijken of we kunnen zien of er al inmiddels iemand al dood is. Dat zou me nou ook niet verbazen. Volgens mij heeft ze een beetje te weinig taken aangezet. Volgens mij staan de lange taken niet aan. Oké. Waar ben ik eigenlijk? Oh, hier. Sorry hoor, jongens. Ik dacht echt serieus zeker te weten dat ik op de goede plek zat. Wel trusten door een roosje. Slaap lekker. Ik ben al serieus klaar met mijn taken. Ja, ik heb er echt veel weinig aan. Er zijn er echt veel weinig aan. Ik heb een huisje vullen, dus ik moet een minuut wachten. Jij bent met ook klaar. Oké. Nou, ik ben gewoon klaar. Een beetje rond. Dus dat is echt heel zuur voor de imposter. Zo. Dat is wel echt heel lastig. Het is in dat gekke geile tussenstukje. Aan het specimen room. Ja, dat ding. En dan in die sluisjes. Nee, het was echt in die kamer ertussen. Ik kwam van de sluisjes aan de rechterkant. Oké, ik weet nu al dat iedereen waarschijnlijk zus op mij gaat hebben, maar maakt niet uit. Ik heb daar haar het laatste gezien. En ik ging richting specimen, maar de deuren gingen zeg maar dicht. En toen zag ik haar naar binnen lopen. Dus ik verwachtte dat ze eraan kwam, maar ik was best wel snel klaar met mijn taak. Dus ik ben verder doorgelopen naar admin. Maar ik zag je wel bij admin en ik zag je ook in office. Ik heb Jamila ook gezien daar. Ik wilde net vitals gaan kijken. Ja. Mijn hele chat ontploft met Maurice. Ja, daar vraag je wel een beetje om natuurlijk. Is niet leuk. Ja, het is echt heel dom dat ik dit heb verteld. Ja, het ding is, er is dus een vent van MedBay naar admin. Ik heb dus Crea, Rob en Azika gezien. Maar dat zegt ook niet zoveel. Want het kan net zo goed iedereen geweest zijn die we niet hebben gezien. Ja, Hugo heeft mij niet gekild. Maar nou weet ik uit vorige potjes dat dat niet zo heel veel zegt. Maar ik denk dus nu dat Hugo op zich wel safe is. Want wij waren deels bij O2. En hij heeft me niet gedood. Ik dacht echt, hij gaat me doden. Maar dat heeft hij niet gedaan. En Rob kwam ik daar ook nog tegen. Die heeft me ook niet gedood. Dus ik denk op zich dat Rob en Hugo wel safe zijn. Maar voor de rest... Okay.
Weet ik niet. Maar we kunnen taken afmaken, want ik ben al klaar. Dus ja, ja. Ik moet sowieso winnen op taken. Ja. Dus als je imposter bent, quickie kills. Want ja, het is echt heel sneu. Maar er staan echt heel weinig taken aan. Ja, ik was op zoek naar mijn laatste taken en ik dacht, huh? Oh, ik ben al klaar. Ja, ik ook. Oké, ik moest even testen of ik nog of mijn microfoon nog aan stond. Die stond nog aan. Maar dit is de laatste taak alweer en dan zijn we klaar. Dus tenzij ik hier word gekild, wat ik niet denk. Net klaar, hè? Net klaar. Crea Maurice. Laat het hem maar niet horen. Oh jongens. Nee, Maris die heeft inderdaad wel een Twitch-account. Omdat ze wel wat streams kijkt, zeg maar. Van andere mensen. En van Jamila natuurlijk. En af en toe van mij. Maar ze heeft inderdaad geen eigen Twitch-kanaal. Maar ja, is ook logisch, want als zij nu op Twitch zou gaan streamen, dan zou ze, nou ja, misschien 300-400 views krijgen. En op YouTube is dat echt het tienvoudige, dus ja. Ja, Hugo ligt in communications. Ik heb... Sorry. Hugo heb ik net de hele tijd samen gezien met Roos. Ik ben de hele tijd bij jullie geweest. Ja, Roos was de hele tijd bij ons. Ik heb de hele tijd... Ja, maar Hugo was toch daar ook de hele tijd bij? Nee, bij mij niet. Ik zag hem wel in Medbay. In Medbay heb ik hem achter... Ja, en hij liep nog mee naar buiten met Roos en met mij. Ja, ik heb heel de tijd met Bibi. Febe en Kreatchik gelopen. Camila kwam af en toe langs. Toen gingen we uit elkaar. Toen ging ik naar... Want ik ben nu klaar met mijn task naar die... flesjes dingetje. Ik stond net de hele tijd met Kreatchik en met Jamila, maar daar was Roos niet bij. Nee. Roos en Febe kwam er later pas bij. Ik sta nu op admin trouwens. Ja, ik ben al admin aan het lopen. Oké, we gaan allemaal gewoon vol op één iemand stemmen. Ik heb een zus. Ik heb een zus. Ik denk Attika. Oké. Ja, dat klopt. Maar daar heb ik ook mijn reden voor waarom ik denk dat je dit niet hebt gedaan. Maar ik stond rechtsboven, heb ik Kreatchik gezien daar, en Febe, en Rob, en misschien ik Roos. Ik wil dat ervan maken. Er vier. De man toen ben ik naar links Maurice, gegaan, was wel, Attika daar, met de camera's. Vervangen. Toen ben ik heel snel weggerend, terug naar de lab, want ik wilde weer veilig. Toen ging ik naar beneden. Ik ging bij Vitals kijken of er iemand dood was. Hugo was dood, dus... Ik snel rennen naar de linkerkant van de map, want ik dacht dat het misschien Attika was. Ja, en ik zie haar naar beneden beter. Ja, dat richting ben ik voor specimen als streamer gaan. Zelf, zeg met maar, niet helemaal woorden, met je eens. Maar goed, dat is vanaf de andere kant natuurlijk. Pad, kijk, en wat het verschil is met YouTube is vooral dat de mensen die hier kijken, die zijn dus gewend om op deze manier te kijken naar streams, zeg maar. Dus die weten hoe de chat gaat en die snappen als iemand geld doneert of wat dan ook. Weet je, dat is niet raar. En op YouTube is het nog steeds, snappen mensen het niet. Weet je, ja, het is gewoon een heel ander publiek. Genade, Maurice. Oh! Ik was toch al klaar? Ja, ik heb gelukkig alles gedaan. Maar hoe kan dit? Hoe kunnen we nou nog steeds niet gewonnen hebben, jongens? Als ik zelfs al klaar was. Niemand durft meer wat te doen. Of iedereen zit hier te wachten op die emergency button, of niet? Oeh, ja, nu moeten ze wel. Ik ga eens even Jamila volgen. Kreatchik. Ik zou het ze zo gunnen, hè, dat ze dit potje dan samen imposter zijn, maar
Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Oh ja, dat wilde ik zeggen. Hij loopt ons vast. En dat komt doordat zeg maar, de tijd, zeg maar, de latency, de delay, zeg maar, voordat mijn beeld bij jullie is, is bij Twitch een heel stuk korter dan op YouTube. Dus wat er gebeurt is, mijn computer die stuurt het vet snel naar Twitch toe. En als jouw internet net even een beetje hapert, ja, dan heb je dus kans dat hij wat beeldje heeft gemist. En dan loopt hij vast. En met YouTube heb je dat dus in principe minder. Maar dat komt dus omdat hij meer buffer heeft. Hij heeft meer de ruimte om ja, zeg maar, dat soort foutjes of dat soort onderbrekingjes op te vangen. En dat is met Rob kwam er als laatste bij. Wat? Dat was het? Ja. Ik ging als okay. bij de lichten. Dus Febe is als enige achtergebleven samen met Rob. Ineens ik is heb Febe geen idee. Het was voor mij alleen maar donker. Voor mij is het nu alleen maar Jamila. Rob was ook de enige die Attica in twijfel zette. En Attica is zeker weten een imposter, anders hadden we verloren. Dat is niet waar. Ik heb alleen maar gezegd dat Attica het ook kon zijn. Maar verder heb je wel gelijk. Oké, thank you. No worries. Congratulations. Het was a little bit impossible om met iedereen... Waarom waren de taken niet af? Ik zat echt te wachten op die taken. Maar ik heb die kaart niet gemaakt, oké? Oké. Okay. Maar je hebt misschien langs de body gelopen, ik weet het niet. Ja, ik heb twee hele nette kills gemaakt. Oh. Dat waren hele nette kills, inderdaad. Het waren, ik was best blij met mezelf zo op deze map. Hey, als je... Marits, als je nou even heel snel op play drukt, heeft niemand kans om te zeggen... Jamila is verslaafd. Snel dan. Misschien wil je meer taken aanzetten dan. Oh ja, even meer taken aanzetten. Mm-hmm. Je staat denk ik op mute. Ik denk dat je aan het praten bent, maar... Marits? Hi! Marie. Hallo! Heel ja, goed. Daar luistert ze wel naar. Ja, dit is al de zoveelste keer. Ik zit weer de hele tijd te kletsen. Wat ik wilde zeggen was, ik was degene die zei van dit is het laatste potje. Dus jullie kunnen wel zeggen druk snel start. Ah, maar ik was degene. Want Rick wilde ook stoppen, want Rick wilde sowieso niet zo heel erg lang. En we zijn inmiddels alweer 3 uur aan het spelen. Dus... 3 uur al. Ja, en we zouden eigenlijk... 70 uur in je Steam. En we gaan morgen weer. Yay! Daarom. Yay! Daarom, dus we gaan niet stoppen. Morgen meer, yay. Nou, wat een enthousiasme. Dan kan je leuke dingen downloaden van tevoren bij Discord. Discord.overlay.nl. Ja, sowieso. En alle toffe uitspraken van Hugo kun je daar lezen. De wachtmuziek van Rob kun je daar downloaden. Nee hoor, ga maar niet kijken. Er gebeurt daar nooit wat, waarschijnlijk. Overlay.nl bestaat niet. Ik heb een grapje gemist, denk ik. Ja, ja, sorry, dat was in het begin van de stream. Sorry. De website. Nee, de website... Sorry, de website is nog in making, maar het is wel gewoon alvast goed om reclame te maken. Ja, Rick heeft hem tussendoor al geregistreerd. Oh, ja. Discordoverlay.nl, ja. Nevermind. Oké, nou, ik ga mijn stream afsluiten. Jullie allemaal bedankt voor het meedoen, was gezellig. No worries. Dank je wel. En ik zie een heel groot gedeelte van jullie morgen weer. Jazeker. Bibi, doe jij morgen ook mee? Yes. We hebben morgen echt 400 mensen. Ja, daarom. Maar Bibi... Nou, een beetje overdreven. 389. Hugo deed morgen wel mee, maar Bibi, wilde jij nou morgen ook meedoen? Bibi? Oh, morgen kan je niet. Nee. Oh, oké. Nee, maakt verder niet uit. Maar ik dacht, ik check het eventjes voordat je misschien nog niet erbij kon komen of zo. Oké. Nou, leuk dat je in ieder geval vanavond meedeed. Het was gezellig. Gezellig. En weer niet samen imposter. En ook niet met jou. En ook niet met jou. Nope. En ook niet met jou. Nope. En ja, wel met jou, hè, Rob? Nee, ook niet. Met Hugo alleen. Met mij. Met ja, dat was, maar die was, maar die was ga je mij weer vergeten? En met Attica. Ja, en met Attica was ik het. Met Wit. Ja. Met Maurice. Met Maurice. Oh, ik ga snel weg. Hé, hey, dankjewel voor het meedoen allemaal. Was yes, het leuk. Doei jongens. Doei. Zo. Wat een... Wat een chaos. Oké. Jongens. Het is weer gelukt. We hebben het weer bijna 3 uur volgehouden. Het is toch niet te doen dit, hè? Ik zal even wat vragen van jullie beantwoorden. Ja. Stinkmerch.nl en stinkmerch.com zijn geregistreerd. Dus als daar wat komt, dan hoor je het meteen. Morgen zijn we weer live met in ieder geval Among Us. Om 8 uur. Dus wil je dat niet missen, vergeet dan zeker niet eventjes me te volgen. Want dan mis je het niet.
En verder, ja, wie doet er dan mee? Als het goed is, Onedi, Jamila en eigenlijk de hele crew van vandaag, behalve dan Bibi, zo te horen. En hopelijk kunnen we overdag nog even Raft spelen, maar dat weet ik niet zeker, omdat ik eigenlijk ook nog even moet werken. Maar dat, ja, als je gewoon volgt, dan krijg je waarschijnlijk een melding als ik online ga. En anders dan volg je me even op Instagram, kijk, die zie je hier, hier. Kijk, volg me op Instagram, dan deel ik het wel op Instagram. Dus iedereen bedankt voor het kijken. Tot morgen hopelijk. En dus we zien elkaar weer. Dit videootje werd gesponsord door discordoverleep.nl.